Dames en heren, goedemiddag. Welkom allemaal. Goed dat u er bent. In deze bijzondere tijd, dat betekent dat we ontzettend blij zijn dat u er bent. U natuurlijk thuis, als u nu zit mee te kijken, want het is coronatijd en dus zitten we in een coronaproof zaal. We hadden deze zaal wel 3 keer kunnen uitverkopen, maar deze 30 mensen zijn de gelukkigen. Operatie Interview, voor die paar mensen die nog niet weten wat het programma behelst. 1 gast, en dat even kan een prominente, volgens mij is dat geluk vandaag. En die wordt geïnterviewd door 3 mensen waarvan ze van tevoren niet weet door wie en ook niet waarover. En u gaat ze direct als enige alles zien. Want de journalisten gaan van tevoren aan u vertellen wat het plan de campagne is, wat hun strategie is, wat hun doelstelling is, wanneer het interview geslaagd is. Dat hoort u allemaal en onze hoofdgast weet op dat moment nog steeds van niks. En vervolgens gaan we met elkaar naar een interview kijken en u weet precies wat de doelstelling, de strategie is. Ik kan u vertellen, dit is het enige programma waar je enorm kan genieten, ook van een mislukt interview. Dat kan hier gebeuren. En wat we daarna doen is nabeschouwen. Als een stelletje voetbalanalisten gaan we terugkijken met elkaar. Hoe pakte het interview uit? Werd de doelstelling precies gevolgd? Of zat er ergens een verrassing? Tot zover de introductie. Hoog tijd om onze gast aan u voor te stellen. Ik doe een stapje opzij, dan kunt u meekijken via de schermen. Ze werd geboren in een heuse SP-familie te Os. En poseerde zelfs op haar 4-jarige leeftijd op een verkiezingsposter. Op haar 16e werd ze met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad in Os. Maar moest nog 2 jaar wachten tot ze oud genoeg was om inderdaad haar zetel in te nemen. Naast haar werk als raadslid studeerde ze politicologie in Nijmegen. En na haar studie werkte ze voor de vakbond FNV. Tot ze in maart 2017 de Tweede Kamer in mocht. Na slechts 10 maanden als Kamerlid volgde ze Emiel Roemen op als voorzitter van de partij. Graag uw applaus voor de partijleider, lijsttrekker van de SP, Lilian Marijnissen. Ja, toch niet. We gaan wisselen. Ja, zo hadden we het afgesproken. Goedemiddag. Goed dat u er bent. Ja, nou, leuk dat ik er mag zijn. Ja. En wat is dit toch een... Het is leuk dat jullie er zijn, hè, daar niet van. Maar het is jammer hè, dat het niet vol kan zitten. Maar wij draaien toch om. We zijn gewoon voornamelijk blij dat we er kunnen zijn. Vandaag. Ja, super. Zo is het. Ja, zeker. Even iets anders, of iets anders. U werd vanochtend wakker en dacht bij mezelf, waar heb ik in godsnaam ja tegen gezegd? Dat klopt, ja. Ja. Dat zei ik jou toen ik hier binnen... Mag ik je zeggen? Ja, zeker. Laten we dat doen. Dat was eigenlijk wel een beetje waar. Ja. Want als je uitgenodigd wordt, dan klinkt het dus heel leuk, hè? Want ze weten het echt heel leuk te vertellen. Maar als het dan de dag daar is, dan denk je toch wel even, shit. Wat was ook weer precies de reden waarom ik dit zo leuk vond? Ja, ja. Maar goed. En dan is dat gevoel, maakt zich meester van je. En dan denk je bij jezelf, oké, maar wie hebben ze dan bedacht? Ja. Wie hoop jij? Ze zitten achter die muur nu mee te kijken. Zitten er 3 angstaanjagende interviewers. Wie hoop jij nou eigenlijk? Is er iemand van je zegt, oh, dat zou ik toch wel heel leuk vinden? Ja, wat ik wel leuk zou vinden, meer in zijn algemeenheid, is als het nou eens journalisten zijn, niet parlementair journalisten. En niks ten nadele van onze vrienden van de parlementaire journalistiek. Maar die zie je spreken natuurlijk al zo vaak. Ja. Dus ik zou het best wel leuk vinden, maar goed, ik weet het niet. Als er vanuit andere... Maakt het uit wat je verstandhouding is met een journalist om een goed interview te hebben? Niet zozeer buiten het interview, maar wel binnen het interview. Voor mij althans hoor. Ja. Het zal vast voor ieder persoonlijk zijn. Ik kan een heel goed gesprek hebben met iemand die ik verder helemaal niet ken. Maar ik vind het wel belangrijk dat je, dat je het idee krijgt dat de interviewer ook echt wel wilt horen wat jij zegt. Als ik maar iets van vooringenomenheid bespeur, dan heb je aan mij wel een slechte. Ja. Ja, want dan denk ik, ja, jij wil met mij praten, jij wil iets van mij weten. Dan verwacht ik van jou ook dat je wel wilt horen wat ik zeg. Maar als je al van tevoren al je vragen hebt bedacht en je werkt je lijstje af en het maakt eigenlijk niet uit wat ik zeg. Ja, die interviews heb ik zelf de meeste moeite mee. Die vind ik ook helemaal niet leuk. Ik heb daar als voorbereiding vandaag eens even een paar teruggekeken, at random eigenlijk. Wat mij opvalt is dat je nooit eigenlijk echt boos wordt. Misschien inwendig wel, maar word je wel eens echt boos in een interview? Nou, in een interview? Ja? Nee, dat je boos kan worden, dat neem ik onmiddellijk van je aan. Maar het gaat nu met interview. Ik hoor wat mensen hier lachen, ik weet niet waar dat... maar is een interview daar dan de plek voor? Nou, kan een moment zijn dat je aangeeft tot hier en niet verder. Jij bedoelt op de interviewer? Bijvoorbeeld. Ja, nee, ik probeer wel altijd me netjes te houden. Ja. Ja, ja. Ja, maar daarom zeg ik wel, er zijn wel bepaald type interviews... Waar ik, dat vind ik en minder leuk, maar ik denk dat je eerlijk gezegd als interviewer dan ook minder eruit krijgt bij mij. Wat je wil, omdat ik dan zelf ook denk, ja,
Ja. Weet je, jij bent helemaal niet geïnteresseerd in wat ik zeg. Jij wil gewoon die quote of die kop. En denk jij dat ik daaraan ga meewerken? Nou, ik dacht het niet. Dus dan ga ik juist nog verder, weet je dan. En als je nou, want je zal natuurlijk als professional ook interviews van jezelf terugkijken. Met welk type interview kom jij er best tot je recht? Wij spreken de Sven Kokkelman, de takke, 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 kort intriperen. Ja. Of juist enorm de ruimte geven? Wat? Ik vind Sven Kokkelman altijd heel leuk. Er zijn veel collega's van mij, weet ik, die daar... Die komt dus niet door de deur, dames en heren, dan weet u dat. Ja, dat is... Nou ja, ik weet, er zijn veel collega's die toch een beetje met angst en beven naar het type Sven Kokkelman toe gaan. Ja. Ik niet, ik vind dat wel leuk, weet je, een beetje prikken. Maar ik vind hem dus ook een fijne interview, omdat hij wel degelijk luistert. Hij is, tenminste bij mij heb ik hem nooit kunnen betrappen op dat hij vooringenomen is. Ja. En dat vind ik wel echt een verschil. Je mag scherp zijn, je mag prikken, je mag bovenop zitten. Maar wel ook ruimte geven voor een antwoord. Klopt. Maar het is natuurlijk logisch, en dat hebben deze drie ook gedaan, is dat, kijk, je wil zeggen vooringenomen, maar je kan ook zeggen, een journalist heeft natuurlijk ook een plan. Ja. Die wil via een parcours wil die ergens komen of iets verduidelijkt hebben of een uitspraak. Met andere woorden, een journalist heeft een naturele neiging, velen, om ook met een soort strategie de regie te houden. Ja. En er komt een moment waarschijnlijk in de interview dat je natuurlijk denkt, aha, ja, daar wil die naartoe. Ja. En dan bij jou? Nou, het ligt er dus aan hoe zo'n gesprek verloopt. Kijk, ik vind dat prima, sterker nog. Het lijkt mij logisch dat je met een plan zo'n gesprek ingaat. Ik zou het ook heel leuk vinden om interviewer te zijn. Lijkt me echt machtig mooi. En daar zou ik ook over nadenken, zou ook dat plan hebben. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet moet luisteren naar wat iemand zegt. Ik bedoel echt voor ingenomenheid. Ja. Iemand heeft eigenlijk zijn artikel bij wijze van al geschreven. Ik zeg het even heel kort door de bocht. En ik mag het dan nog invullen. Dan denk ik, ja... Ik denk dat het bij mij contraproductief werkt. Laat ik het maar zo zeggen. Als je van mij echt iets interessants wil horen... of juist iets persoonlijks... of dan wil ik ook wel de ruimte voelen om dat aan jou te vertellen. Nou, wat mij namelijk opviel toen ik weer dus at random... de interviews mee zat te kijken, is dat er sommige interviews zijn waar je duidelijk echt de regie neemt. Er zijn ook interviews die laat je letterlijk gebeuren. Herken je daar iets van? Ik ja, maar leg eens uit. Nou, bij sommige interviews merk ik wel dat je echt de regie pakt. Dat je echt gewoon, ja. Geeft eigenlijk, met zeker als je door hebt waar het naartoe gaat. En bij anderen laat je hem gaan, dus dan loop je eigenlijk mee. Ja, maar dat is denk ik dat wat jij dan ziet. Als ik denk, nou, ik vind dit gewoon een prettig gesprek, een leuk gesprek. Iemand wil echt wat van mij weten... en ook luisteren naar wat ik te zeggen heb... dan ben ik ook veel meer zelf bereid om daarin mee te gaan. En ik denk eigenlijk voor een journalist... dat je dan uiteindelijk een leuker gesprek hebt... met misschien wel een mooiere kop... dan dat ik aan jou al voel van... oh ja, ja, ik weet al helemaal wat jij bedacht hebt... en dan mag ik dan nog in komen acteren in dat spel. Ja, daar heb ik dan geen zin in. Ik ga met je afronden met nog één opmerking daarvoor. En dan richt ik me ook eigenlijk tot jullie. Dat ik het eigenlijk ontzettend mooi vind... We hebben nu in één jaar, en jij bent nu voorlopig even de laatste van dit kalenderjaar. Maar we hebben hier dus Sigrid Kaag gehad, Hugo de Jonge, Lodewijk Asscher en nu jou. En dat zijn vier partijleiders die zonder enige voorwaarden zeggen... een jaar voor de verkiezingen, hier doen we aan mee. En daar wil ik je ontzettend voor bedanken, evenals je collega's, want dat vind ik een fijn gegeven. Met die opmerking ga ik je de zaal uitsturen. Ik weet niet of ik het over een uur nog zo'n fijn gegeven vind. Dan heb ik het nu vast gezegd. Ja. Gaat heen. Oké, dank je. En we komen hier zo weer ophalen. Ja. Daar ga je de deur uit. Ja. Met deze ga ik even snel verbouwen. Nou, ik doe het ontzettend stom. Nee, gaat het nu goed? Nee, ik moet... Nee, ja. Jongens, mijn fout. We zitten even in een andere tijd. Haal het maar weer terug. Let op, ik maak een foutje. Let op, ik ga het uitleggen. Ik maak een foutje. Kom, 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 kom. Dit is live televisie, dames en heren. U bent er. Kom, 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 kom. Ik maak een ontzettend stom fout. Kijk, kom, 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 kom. Ja, nee. Jij moet in dat hok natuurlijk. Kom hier, kom hier. Kom hier. Ja, als jij zegt wegwezen, nee, nee. Dan wie ben ik? Wie ben ik? Nee, nee. Hier, jij bent hier de showman. Ga zitten. Kijk. Ja. Hier moet ze in. Nou. Want door die deur gaan ze direct de interviews opkomen. We hebben iets op de koptelefoon. En dat moet herkenbare muziek zijn. Pak hem maar vast, de koptelefoon. Kunnen we even horen wat zij zo direct gaat horen op de koptelefoon? Ja, ik heb het. Wel een beetje partijreclame. Oké, okay. En nou mag hij op. Mooi. Zet hem op. Ja, ik zet hem op. Kijk, en nou is het zo uitgemeten dat ze door dit paneel niet kan zien wat er daar gebeurt. Nu pak ik dit kaartje erbij. Juist. En dan moet ze... Je mag niet naar voren, hè? Nee. Ja, zo. Ze geeft gewoon antwoord. Dat betekent dat ze me hoorde. Ja. Dan moet het geluid harder. Dit was een goede test, dames en heren. Hoor je me nu nog? Ja, ik hoor je ook wel. Dames en heren, er moet even aan de volumeknop gedraaid worden. Ik heb dit dus ook een keer gehad toen deed mijn vader.
Ja. Mocht ik dus een dokter en dan ben je dus met 4 dochters en dan moet je dus ook een koptelefoon op. Als hij gaat antwoorden, dan moet je vervolgens raken. Maar die koptelefoon deed het dus niet. Dus ik kon gewoon alles hoor. Mag ik even vragen? Oh ja. Zo. Ja, nu gaat hij goed. Zet hem op. Als hij ietsje zachter mag, dan nee. houd ik hem ook op. Ja, hij staat echt heel hard, daar is nu. Ja, ik krijg een duimpje. Je hoort me niet, hè? Zie je? Kijk, dit wilde ik ook. Oké, dames en heren. Wij gaan ons klaarmaken voor de 3 geheime interviews. Die gaan we hier neerzetten. De deur staat op een kier. Dames en heren, de eerste. Werkte als correspondent in zowel Rusland als Amerika. Schreef voor het Parool, het Algemeen Dagblad, maar werkt sinds 10 jaar als verslaggever in Den Haag. Dames en heren, groot applaus voor Volkskrant-redacteur Frank Hendricks. De tweede is geen journalist. Zij zat namelijk 10 jaar lang voor de SP in de Kamer. In 2016 kondigde ze haar vertrek uit de Kamer aan. En over haar tijd in de politiek schreef ze het boek Schoonheid, Macht en Liefde. Onze tweede interviewer is oud-SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen. En onze derde interviewer is schrijver, columnist, presentator en journalist. Hij schrijft voor het Parool, presenteert kunststof op Radio 1. Hij maakte de grote Harry Banning podcast en duikt graag met mensen in de kast. En daarmee is hij een van de best beluisterde podcasts in Nederland. Dames en heren, Gijs Groenteman. Zo. Goed. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. We gaan ook in deze volgorde gaan we aan de slag. Frank, ik begin bij jou. Ik appte jou met de vraag of je dit wilde doen. En toen kreeg ik de tekst terug. Oeps. Of poe. Of poe. Ja, dat was hem. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Ik belde jou op. En wat was de terughoudendheid om hier ja tegen te zeggen? Ik heb... kort na het aantreden van Lilian Marijnis een interview met haar gehad, samen met onze SP-watcher destijds. Die is inmiddels naar Mexico, ik wil niet zeggen gevlucht, maar vertrokken in elk geval. Maar en dat interview verliep eigenlijk heel moeizaam. En dat is, dat heeft heel lang hebben, je moet zo'n interview laat je autoriseren als je zo'n groot interview. En dat ging ook heel moeizaam en dat heeft denk ik wederzijds wel wat, het heeft de relatie niet bevorderd, zou ik maar zeggen. Nee. Dus dat, maar goed, het is nu een tijd geleden. Dus, We moeten het ook niet te klein maken. Het komt erop neer dat je eigenlijk een licht verstoorde verhouding hebt. Nou, verstoord wil ik niet zeggen, geen verhouding, ja. Dus dat is... Jullie begroeten elkaar even zo plichtmatig? Jawel, tuurlijk. Nee, we hebben daarna natuurlijk uitvoerig contact over het interview gehad. En ik ben ook niet de SP-watcher, dus deels is het ook wel te verklaren. Maar in het verleden... was het contact wel wat hechter. Maar kom misschien ook, ik ben als journalist geïnteresseerd in macht. Hoe wordt de macht verdeeld? Wie neemt de beslissingen? Wie heeft er invloed op? En de laatste tijd is de SP daar iets minder bij betrokken. Dan misschien in een periode onder Roemen, waar het echt op leek dat ze misschien wel de grootste partij zouden kunnen worden en de premier zouden kunnen leveren. Ja. En even simpel gezegd, je had een interview dat ging eigenlijk over haar leiderschapsstijl, hoe ze die zou gaan invullen. De irritatie was aan de SP-kant is dat je allerlei inhoudelijke vragen stelde waarvan zij zeiden, dat was nog niet de bedoeling. Ze zitten pas een maand. Toch, als ik het even... Ja, er waren allemaal misverstanden over waar het interview over zou gaan, inderdaad. En uiteindelijk leverde het voor de SP was het ook, denk ik, vervelend. Ging uiteindelijk werd er een nieuwsbericht ook van gemaakt dat ze niet principieel tegen vluchtelingendeals was. En dat was toen heel erg... de formatie met GroenLinks was stuk gelopen, omdat GroenLinks niet wilde tekenen voor die vluchtelingendeals. Daarna was er een debat en toen wilde Roemer eigenlijk niet zeggen, of niet, werd niet helemaal duidelijk wat de SP nou eigenlijk vond van dat soort vluchtelingendeals. En toen zij in dat interview zei van, ik ben daar niet principieel tegen, hangt gewoon van de context af. Toen vonden wij dat nieuws en zij vond dat eigenlijk geen nieuws. Ja. Ja. Nou is natuurlijk de vraag, dat interview, ik heb het nog een keer teruggelezen, buitengewoon onderhoudend interview in ieder geval, spannend om te lezen. Wat ga je nu doen? Nou ik was er toen eigenlijk benieuwd naar, daar ben ik nog steeds benieuwd naar. Welk stempeldruk zijn nu op de SP? Hè? Wat wil zij nou als partijleider of invloed hebben? Waar wil ze die partij naartoe sturen? Dus daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Maar in 12 minuten moet je keuzes maken. Ja. Wat is de hoofdvraag?
Ja, de hoofdvraag is van wat is haar plan? Daar ben ik echt oprecht in zit. Wat is haar, wat is nou de SP van Lilian Marijnissen? Hoe ziet die eruit? En hoe gaat dat ook zeker met oog op de verkiezingen natuurlijk? Ja. Hè? Want ze zit er al een tijdje, maar ze heeft nog geen enkel, eigenlijk nog geen verkiezingen gehad. Hè, waar zij zelf dan lijsttrekker was. Dus hoe gaat ze dat aanpakken? En ook daarna, hè, want dat was natuurlijk bij die vorige verkiezingen, werd al voor de verkiezingen werd gezegd van we gaan niet met de VVD bijvoorbeeld. Ja, is dat nu nog steeds zo? Hè? Of is dat, En wanneer is het interview voor jou geslaagd? De vraag is eigenlijk, hoe ga je nieuws maken? Oh, nieuws, ja. Dat weet ik, dat weet je nooit, hè? Met open blikken. Maar bijvoorbeeld, ik ben wel benieuwd, hoe ziet ze nu voor een samenwerking met de VVD? Is dat op sommige punten dan toch doenbaar? Hè? Want natuurlijk toch wat ontwikkelingen zijn ook bij de VVD. Hoe zij nu naar het grote bedrijfsleven kijken? Of is dat voor haar misschien helemaal niet zo belangrijk en wil ze gewoon invloed uitoefenen meer als controleur van de macht? Dus je wil een aantal principiële punten weten waarin ze... Ja, en dan is het eventueel samenwerken met de VVD als het over de machtsvraag gaat. En ik kan me voorstellen migratie. Nou ja, migratie blijft natuurlijk toch ook interessant. Hè. Je ziet bijvoorbeeld, dat is een vrij korte paragraaf in het verkiezingsprogramma bij SP. Het is een beetje een moeilijk thema van oudsher. Ik denk dat jij daar ook alles vanaf weet. Ligt nogal, er zit nogal verdeeld, denk ik, ook binnen het SP, hoe mensen daarover denken. Dus ja, bijvoorbeeld D66 heeft nu voorgesteld, wij willen het aantal kwetsbare vluchtelingen via het UNHCR-programma vertienvoudigen, voortaan 5.000 per jaar. Dan ben ik benieuwd, hoe kijkt de SP bijvoorbeeld naar dat soort voorstellen? Ja. Helder. Nu komen we bij jou, Sean, uit. Laat ik even eerst zeggen, we hebben jou vrij snel al gebeld, want het is best bijzonder. Je bent opgestapt bij de SP, je hebt een boek geschreven, dat gebeurt niet heel vaak. Andere volgorde wel. Andere volgorde. Ja. Maar dit is de eerste keer, jullie hebben elkaar van mij één keer op een cafeetje of op een terras even naar elkaar gezwaaid. Maar dit is de eerste keer dat jullie elkaar fysiek zo gaan spreken sinds jouw vertrek. Dus ik denk zelfs sinds nog voordat Lilian de Kamer inkwam. Ja. Toen hebben we nog wel eens een keer een kopje koffie gedronken. Maar en dan is nu de vraag, wat denk je, wat daar zo proberen inschatten van, wat zal haar gemoedstoestand zijn als ze jou door de deur ziet komen? Ik heb geen idee. Dan draai ik het om. Wat is jouw gemoedstoestand? Het moment dat je op de afloop zo... Ja, ik vind het heel erg leuk om te doen natuurlijk. Ik heb er wel ook goed over nagedacht. Ik denk dat ik ook wel dat oef... Kijk... Ja, laten we er even één ding even bij zeggen. Jullie zoeken mensen die een beetje spannend zijn. Nee, toch? Zeker. Dus maar het is één ding, opmerk om erbij te zeggen. Dat interview wat dus Frank eigenlijk nu opnieuw gaat doen, maar bijna, is voor jou een van de druppels geweest die de emmer deed overlopen om te zeggen... Nou, ik vond dat heel heftig, ja. Ja, ik ben 7 jaar woordvoerder asiel geweest, immigratie en asiel. Ook ten tijde van de vluchtelingencrisis, zoals die dan in de volksmond heet. En de plan as many, plan as many, was eigenlijk wat in dat interview een van de dingen dus werd, waar nieuws mee werd gemaakt. Ja. En als je met alles wat je in je hebt gevochten tegen het plan as many, en vervolgens merk je dat politiek gezien, en dan heb ik het zeker niet alleen over de SP, maar dan als je merkt dat politiek gezien toch steeds meer draagvlak krijgt in Nederland, en misschien ook wel onder... de burgers, onder de kiezers. Ja, dan is dat is heftig. Ja. Nou, is het natuurlijk, jij bent natuurlijk niet in die zin een professionele interviewer. Nee. Dat maakt je overigens niet minder dan de collega's. Ik heb wel veel meegemaakt. Zeker. Maar nu is de grote vraag, dus het is een bijzonder moment dat je op deze manier dit gesprek gaat voeren even. Hoe ga je het aanpakken? Ik ben, net als Frank, oprecht heel nieuwsgierig. Volgens mij vindt Lilian dat is prettig, want dat heeft ze net een paar keer heel duidelijk gezegd. Hè. Ze wil graag tegenover mensen zitten die echt nieuwsgierig zijn. Ik ben alweer een paar jaar weg uit de Kamer. Volg de politiek uiteraard nog steeds heel erg goed. En ik ben heel erg benieuwd naar wat is nou het socialisme anno 2020? Wat is, als je een thema bij de kop moet pakken, en misschien zelfs nog wel wat concreter dan een thema, wat is dan hetgene waarvan je zegt, zo moet een socialistische samenleving eruit zien? En niet flauw bedoeld, ik ga niet over haar antwoorden, maar... Je loopt natuurlijk al het risico dat je dan natuurlijk een stortvloed aan allerlei platitudes en algemeenheden krijgt. Nee, maar gewoon zoals iedere politieke partij dat zou kunnen doen. Dus hoe voorkom jij maar dat je dit is dus... helemaal niet het beeld wat ik van politici heb. Nou ja, goed. Maar laat ik het zo zeggen. Je moet er ook zin in hebben om er wat over te zeggen. Maar dus simpel gezegd, wat doe je nou als het toch blijft hangen in algemeenheden? Ja, ik kan natuurlijk ook wel doorvragen. Dus ja. Maar heb je daar een idee bij? Ik denk dat ik een paar scherpe vragen heb... waar een goed ideologisch gedreven politicus met voldoende realiteitszin heel goed mee uit de voeten kan. Maar er zitten ook wel, denk ik, er zitten misschien ook wel een aantal confronterende dingen in. Ik bedoel, weet je, er zijn ook maatschappelijke discussies waarvoor het voor een politicus van een bepaald kaliber lastig is om zich daarover uit te spreken. En is de verstandhouding tussen jullie zo dat zijn, voordat ze een antwoord geven, dat je zegt, god, er zitten wel erg veel komma's in?
Durf je dan te interruperen en kort op de bal te zitten? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ben heel benieuwd. En wanneer is het geslaagd voor je? Jij zei net van het is mooi dat zoveel lijsttrekkers eigenlijk in dit jaar of in deze periode, kort voor de verkiezingen, mee durven werken aan zo'n, ik parafraseer even. En ik denk dat het een geslaagd interview is als je van een aankomend lijsttrekker of van een lijsttrekker voor de komende verkiezingen meer duidelijkheid hebt gekregen van waar sta je nou echt voor, hoe zit je daarin, hoe authentiek is het en hoe betrouwbaar ben je. Dus ik denk dat je dat wil zien. En dan is de aanname dat die duidelijkheid er eigenlijk is, maar dat er nog een soort koudwatervrees is om bepaalde duidelijkheid keihard te benoemen, toch? Als ik het... Dat zou kunnen op bepaalde thema's. Ja, daar ga jij naar op zoek zo. Ja, mooi. Zeker. Wens je succes. Gijs, eigenlijk is het een beetje een kolfje naar je hand. Het enige wat lastig is voor je is volgens mij is de lengte. Je bent gewend... Ja, zeker. Ik ben heel lang van stof. Ja. Gesproken. Uren en uren het liefst, ja. Ja, ja, zeker. En voor de mensen, en ik ben er daar één van met veel plezier die jouw podcast luisteren. Jij bent echt een klassiek instinctieve improvisator. Ja, zeker. Ik heb eigenlijk nooit enig idee wat ik ga doen voordat ik aan een interview begin. Dus wat dat betreft is je volgende vraag wat mijn plan is. Het grappige met Lilian en mij is natuurlijk dat het ene ding wat ons bindt is niet het socialisme, maar het feit dat we allebei in de voetsporen van onze, of zij van haar vader en ik van mijn moeder ben getreden. Wat ik voor mezelf altijd nogal een teken van karakterzwakte vind. En een slappe keuze. Ik zeg toch even bij van die paar mensen die denken, waar heeft hij het nou over? Hanneke Groenteman, de moeder van Gijs. Ja, goed, ga door. Ook een interviewer, net zoals ik. Juist. En er zijn echt vaak genoeg momenten in mijn leven dat ik denk, hoe heb ik zo stomzinnig kunnen zijn om datzelfde werk te gaan doen? Ik doe het met plezier en ik denk dat ik er wel goed in ben. Maar het werpt ook wel heel veel lastige situaties om. En het goede is wat Lilian net al zei van, als ik ook maar iets van vooringenomenheid merk bij mensen, dan heb je een kwaai aan mij. En dat zei ze in een iets andere context dan bij een interview. Maar exact dat gevoel is wat je natuurlijk heel vaak moet bestrijden als je hetzelfde werk als je vader of je moeder gaat doen. Dat ze denken, oh god, daar heb je het zoontje of het dochtertje van. Ja. En wat dat betreft, dat wordt vaak gezien als een voordeel, maar het is ook altijd wel weer een enorme hypotheek die er rust op wat je gaat doen. Nou, wat ik bij jou in die zin spannend aan vind, het platgetreden paadje, hoe is het om de dochter van Jan te zijn, die kennen we. Maar bij jou is het natuurlijk de asset dat jij natuurlijk zelf ook een soort gelijke dingen... Het is niet zozeer hoe is het om de dochter van die of de zoon van die en die te zijn, maar meer hoe voer je werk uit als je de zoon of de dochter bent en welke aannames en vooringenomenheid is er dan bij andere mensen. Dus ik denk als ik die vraag zo letterlijk zal stellen, dat er niet zoveel interessants uitkomt. Maar dat is wel, zou maar zeggen, de vraag die meteen als een soort bovenhangend thema bij mij opkomt. Ik weet niet hoe ver we komen in 12 minuten, maar dat zullen we zien. Mooi. Maar dat ze dat van die vooringenomenheid zei, dat is meteen al een goed, goed ding. Dan heb ik alvast een openingsvraag. Mooi. Nou, jullie zeg ik wel dus nu correct. Eruit. Ja. Die kant op. Waar is hij ook weer? Oh ja, daar. Ja, jullie moeten die kant er weer uit. Ik doe het wel. Het was wel grappig. Ik zat daar net. Ik zat alleen maar zo dat puntje van haar voeten de hele tijd zo bewegen. Ik zie hem nu ook. Frank, jij moet hier meteen blijven staan, want ik ga juist direct... Nee, eerst eruit. Oké. Ja, de oude opstelling, dames en heren, stond hier een heel groot paneel. Ik zou je niet mee vermoeien. Daar gaat hij om. Ik kan al. Zo, ik ben echt doof inmiddels. Ja. Dat ding staat hard. Ja. Je hoort het, Joost. Ja, we horen hem, ja. Wel mooi, Bob Voskamp. Ja, nee, dit is... Ja. Hij is ons ontvallen, helaas. Zo. Zo, tuurt. Die links, zo. Hè? Ze zijn klaar. Ze hebben net alle drie verteld wat ze van plan zijn. En de eerste staat klaar. Leuk. Ik zag sommige mensen heel hard lachen en andere mensen heel bedenkelijk kijken. Dus ik ben benieuwd wat er komt. Ja. Heeft u het hoofd van Renske Leijten een beetje in de gaten gehouden? Nee, die kon ik niet zien. Nee. Maar er gebeurde een heleboel, maar dat is later over meer. Dames en heren, maakt u de handen klaar en geef hem een warm applaus. Onze eerste interviewer, journalist van de Volkskrant, Frank Hendricks. Goeiedag. Goeiedag, ja. We hadden deze leuke dag, hè? Hi. Zo. Ja, leuk om u weer eens te zien. Ja, dat is even geleden. Een tijdje geleden, ja. Nee, we hadden het er net even over. Ik heb u samen met mijn collega Joost de Vries geïnterviewd, hè, kort na uw aantreden. Ja. Dat was niet zo'n, uiteindelijk niet zo'n plezierige ervaring, denk ik. Hè. Voor jou niet of voor mij niet? Voor ons allebei misschien, ik weet het niet. We hebben toen nog heel lang ook telefonisch contact, e-mailcontact. Klopt.
Schappig zeg dat hij er zit. Ik dacht, ze hebben vast Frank Hendricks. Ja, oh ja? Hoor. Ja. Oh, ja. Dus toen u had van, ik hoop niet dat het een politiek journalist is, toen dacht u aan mij. Nee. Maar, dat was meer in zijn algemeenheid. Ik weet niet of u daar nog iets over dat interview wil zeggen, hoor. Want ik heb dat natuurlijk zelf mijn kant een beetje gegeven. Maar, Nou, wat daar gebeurde... Niet te lang, alsjeblieft. Wat daar gebeurde was, dat was inderdaad meteen na mijn aantreden als fractieleider. En wij hadden, dacht ik, bedacht dat het gesprek zou gaan over, nou, waar wil je met de partij naartoe, hoe kijk je naar dingen, nou zo. En wat ik volgens mij toen aan jou vertelde, was dat ik doe mijn gesprekken altijd alleen. Dus zonder persvoorlichter. Veel collega's nemen een persvoorlichter mee naar zo'n gesprek, nou ik niet. Ik doe ook niet van die media trainingen of rollenspelen. En dat zat ik te vertellen. Maar wat er gebeurde was, doordat het interview zo liep als het liep, daar heb jij vast de zaal over bijgepraat, dacht ik daarna wel, en dat vond ik tot een beetje, ergens een beetje treurig aan, nou snap ik toch wel waarom sommige collega's wel een persvoorlichter meenemen. Ja. En dat is volgens mij niet wat jij of jullie als beroepsgroep zeg maar zou willen bereiken, denk ik. Nee, liever, want ik dacht echt daar gewoon een open gesprek met jou aan te gaan, maar het werd een soort overhoring van CPB-cijfers en vage vragen waar ik op dat moment echt niks mee kon. Die toen voor mij ook op een zo vervelende manier werden opgeschreven, dat ik dacht, ja, hey jongens, als dit kennelijk het spel is wat je als fractieleider moet spelen, dan snap ik heel goed dat mensen een persvoorlichter meenemen. Ja, dat vertelde u toen ook al inderdaad. Nee, goed, we hebben het een beetje anders ervaren, denk ik. Maar goed, laten we dat niet opnieuw doen. Nee, laten we proberen nu. Nou, hoe heb jij het ervaren dan? Want dat hebben zij dus wel gehoord. Nou ja, ik had zoiets van, het was gewoon een goed, scherp interview. We hebben het gewoon naar eer en geweten opgeschreven. En ik vond het eigenlijk, nu ik het teruglas, ik heb het interview aan u natuurlijk niet, maar ik heb het nog eens teruglas. Ik vond het eigenlijk nog steeds een prima interview, ja. Dus... Ja, nou, daar verschillen we dan. Het ging mij ook over de manier waarop het werd opgeschreven. Want de vraag was bijvoorbeeld, wat kost de zorg? Nou, dat is zo'n open vraag dat ik dan zei, joh, wat bedoel je? Bedoel je de zorgpremie? Bedoel je de begrotingskosten? En dan kwam er op, althans op de conceptversie die ik zag te staan, Marijnissen zegt, wat bedoel je? Ja, toen dacht ik, ja, wat flauw, weet je wel. Okay, ik vraag gewoon duidelijk aan jou, wat bedoel je met wat kost de zorg? Ja, dat is een vraag waar ik zo open geen antwoord kan geven. We moeten door, merk ik. Ja, ik snap het, dat hebben we toen uitvoerig over gehad. Maar laten we nu opnieuw proberen. Heb je dit ook verteld? Nee, we hebben dat destijds uitvoerig over gehad. Maar laten we het opnieuw proberen, want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd nog steeds van, op welke manier drukt u nu, nu bent u 3 jaar bijna partijleider, drukt u uw stempel op de SP? Wat is de SP van Lilian Marijnissen? En in hoezeer verschilt die van misschien de SP van Emiel Roemer? Ja, nou, misschien een open deur, maar ik doe het toch. De SP is natuurlijk een ledenpartij, dus bij ons gaan we er wel prat op dat het poppetje wat in de spits speelt niet per se dominant is voor de partijkoers, sterker nog helemaal niet. Ik zeg ook intern altijd, nou, ik krijg betaald om ons verkiezingsprogramma uit te voeren en goed over het voetlicht te brengen. Dus dat is toch vooral aan de leden. Daar spraken wij toen ook over. Als er een koerswijziging zou komen, dan is dat aan de leden. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen persoonlijkheid die je meeneemt. Of je eigen gedachten, of de manier waarop je het invult. Ik heb in ieder geval vanaf het begin dat ik er zit, erg geprobeerd om zo open mogelijk te zijn. Nou, daar gaf ik net een voorbeeld van, bijvoorbeeld in die interviews en zo. Om ook dichtbij te blijven bij wie je zelf bent, wat je vindt, ook in taalgebruik. Dat is voor mij heel belangrijk. U was eigenlijk nog maar kort Kamerlid. Toen u het werd, had u toch, denk ik wel, een soort van, hier wil ik naartoe met de partij. Of, ik bedoel, als je bijvoorbeeld ziet nu, al die nieuwe lijsttrekkers die aantreden. Want u bent natuurlijk eigenlijk ook voor het eerst die mee in de verkiezingen, maar er zijn nu ook allerlei nieuwe lijsttrekkers. Hugo de Jonge bijvoorbeeld, die maakt toch meteen een punt. Hè? Die zegt van, ja, bijvoorbeeld Forum, daar ga ik niet mee. Daar ga ik niet meer regeren. Hè? Dat is gewoon heel duidelijk. Dan, bijvoorbeeld destijds vroegen we aan u van, wat doet u met de VVD? Hè? In 2017 heeft de SP de VVD uitgesloten. Wat doet u? Wat is eigenlijk nu uw antwoord daarop? Nou, nog hetzelfde als toen in 2017. Toen zei ik ook tegen jou, deze VVD, de VVD onder leiding van Mark Rutte, die het neoliberalisme voorop heeft staan en alles wat los en vast zit wil vermarkten, ja, daar kunnen wij niks mee. Maar ik zei toen al, en dat komt een beetje, ik wil niet onbescheiden zijn, maar daar krijg ik toch een beetje gelijk in. De VVD komt, zelfs de VVD, komt onze kant op. Ik bedoel, die voorbeelden hebben, dat kennen we hier ook allemaal. Hè? Dijkhoff die het opeens heeft over het belang van een sterke overheid. En de algemene beschouwing daarvoor had hij het over het kapitalisme eraan veranderen moeten eraf. Nee, maar dat deed ik dus toen ook niet. Toen zei ik ook tegen jou, deze VVD,
die VVD onder leiding van Mark Rutte... Ja, maar nu dan, want er is nu wat veranderd natuurlijk. Sorry? Er is nu wel wat veranderd, zoals u zelf aangeeft. Ja, ten positieve, denk ik. Dus u sluit het niet meer uit. Nou, dat deed ik toen ook al niet. Want toen zei ik tegen jou, deze VVD, die alleen maar dat marktdenken verder wil brengen... Ja, dat staat mijlenver van ons af. Okay, maar het mooie vind ik aan deze tijd, dat het juist onze kant opkomt. En dat je dus zelfs bij de VVD ziet, dat ze dat toch wel een beetje achter zich hebben gelaten. En dat ze veel meer openstaan voor... Linkse, ons dus de ideeën. Kans is wel toegenomen dat u met de VVD in een coalitie... Nou, ik acht het nog steeds niet dat ik denk, nou als het nou wakker wordt gemaakt... en welke is nou de partijen waar wij samen mee gaan doen, dan noem ik natuurlijk niet de VVD. Ik bedoel, staan politiek nog mijlenver van ons af. Maar vergeleken met 2017 is het wel denk ten positieve... Denk ik wel, ja. Dat zie je toch op meerdere vlakken wel gebeuren. En dat vind ik wel interessant, dat stemt mij optimistisch. Ja. Maar bijvoorbeeld, hè, dan zie je bijvoorbeeld Kaag, hè, ook een nieuwe lijst trekken. Die maakt dan ook een punt bijvoorbeeld van... Heel duidelijk dat zij zegt, wij willen voortaan... het aantal vluchtelingen dat we via UNHCR naar Nederland halen vertienvoudig. 5.000 per jaar in plaats van 500. Hè. Dat is een duidelijk statement eigenlijk ook om aan te geven, dit is gewoon mijn... Zo duidelijk vond ik het niet, want ze zitten in een kabinet wat nog niet eens 500 kinderen van Moria op wil halen. Dus wat is dan duidelijk? Ja. Maar wat vindt u van zo'n... Staat u daar positief tegenover, 5.000 vluchtelingen via UNHCR naar Nederland per jaar? Nou, wij hebben eigenlijk altijd het standpunt gehad dat die hervestigingsaantallen, dat wel omhoog kan. Maar die 5.000 is, vond ik wel een beetje uit de lucht gegrepen. Want waarom niet 6.000 of 8.000 of 3.000? Ja, daar heb ik nog geen goed antwoord op gehoord, ook van mevrouw Kaag. Nog even los van dat ik denk, begin eens met die 500 kinderen in Moria. Je zit notabene nu in... Dat vind ik, dat is echt politiek waar ik me wel aan kan storen. Dus zij gebruikt dan het argument dat ze in een coalitie zit om het niet te doen. Ja. Terwijl... Ik denk, ja, je zit nou juist in een coalitie, dus als je het ooit kan doen, dan is het nu. Als het je nu al niet lukt, hoe zou het je dan ooit in de oppositie lukken, bijvoorbeeld? Ja, want u zit eigenlijk altijd in de oppositie. Tot dus... Landelijk nog wel. Landelijk nog wel, ja. Landelijk nog wel. Maar toch, als ik nu, is dat uw ambitie echt om toch mee te gaan doen? Hè? Sommige mensen zijn toch bang, als je eeuwig het stempel krijgt van eeuwige oppositiepartij, dan haken kiezers op een gegeven moment af. Bent u daar ook bang voor dat zou kunnen gebeuren? Nou, ik ben daar niet bang voor, maar ik ben wel bereid om dat uit te leggen. En om ik snap die angst van mensen wel. En dat heb ik ook gezegd toen ik gekozen werd tot lijsttrekker. Ik heb precies dit punt eruit gelicht, dat ik snap dat mensen, want dat hoor ik ook als ik met mensen praat, dat ze zeggen, nou, die SP, eigenlijk ben ik het misschien wel voor 80-90% met jullie eens. Maar uiteindelijk, als het op aankomt, stem ik misschien toch op Partij van de Arbeid, ik noem maar een dwarsstraat, want die gaan tenminste sturen en jullie niet. En die angst begrijp ik en die heb ik ook benoemd en ik heb die mensen verzekerd dat als het momentum daar is en de kans zich aandient, en ik ben er optimistisch over, dat mensen dan in ieder geval daar niet bang voor hoeven te zijn. Maar tot nu toe blijkt dat eigenlijk uit weinig, hè? Want je ziet nu bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA onderhandelen over de huren, hè? Bijvoorbeeld wat ook een heel belangrijk punt voor u is. GroenLinks en PvdA gaan onderhandelen over stikstof. SP doet dan steeds niet mee, hè? Dus moet je dan niet nu al een beetje stappen zetten als je dat echt wil bereiken? Ja, dat is de vraag, wat daarin een goede strategie is. Wij hebben wel degelijk, als het gaat over pensioenen bijvoorbeeld, mee onderhandeld. Maar ja, wat wel zo is, is dat het voor ons op een gegeven moment zodanig wordt gepresenteerd dat wij denken, ja, dit staat zo ver af van dat wat wij in ons programma hebben staan, wat ik je al zei. En ik voel me daar toch, daar krijg ik voor betaald om dat zo ver mogelijk te brengen. Dat het voor ons niet zoveel gaat brengen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat als de situatie dadelijk anders zou zijn. En ik denk wat echt interessant zou zijn, is het een vreselijk woord, dat motorblok. Maar daar gaat het volgens mij wel over. De vorige verkiezingen was er een rechtsmotorblok. En toen mocht er een linkse partij, bijvoorbeeld GroenLinks, zijn uiteindelijk ook afgehaakt. Dat snap ik overigens heel goed, gezien het kabinet wat er zit. Mag een linkse partij aanschuiven. En dat gaat voor ons, denk ik, nooit werken. Ja. Want wij zijn toch de linksbuiten van het parlement. Ja, we zitten niet voor niks ook echt helemaal links in de bankjes gepositioneerd. Daar horen we ook en daar blijven we ook. Ja. Maar hoe gaaf zou het zijn als er een links motorblok zou komen. En we kunnen dan een andere partij uitnodigen om bij ons aan te schuiven. Maar dat is voor ons een hele andere uitgangspositie. Ja, maar dan moet er nog wel heel veel gebeuren. Als je nu naar de peiling... Er moet heel veel gebeuren. Ja. Maar, want u zegt nu al een paar keer in dit interview ook, ik ben er eigenlijk om het programma wat door de leden samengesteld eigenlijk aan de man te brengen. Dat zo ziet u eigenlijk uw taakinvulling als politiek leider. Maar lukt dat nou eigenlijk? Hè? Want u heeft ook gezegd in dat interview, ik wil hoop geven aan mensen dat het een alternatief is. Ja. Alternatief is. Heeft u nu het gevoel dat dat al gelukt is die afgelopen 3 jaar? Nou, nog niet voldoende, denk ik. Dat is ook een beetje open deur natuurlijk. Ik wil hoop, want ik heb nog nooit een politicus die zegt, nou, het laatste wat ik wil is mensen hoop geven. Dat zeggen we allemaal. Nou, het is uw ik citeer u. Hè? Ja, is ook zo. Nee, maar omdat ik, waar ik dus wel heel optimistisch over ben, dus het antwoord op jouw vraag is het al voldoende gelukt?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er nog ruimte is voor groei. Maar ik ben wel heel optimistisch over die groei. Maar waar ligt dat dan aan? Waarom is het niet gelukt? Nou, heeft denk ik veel met de tijdsgeest te maken. Heeft te maken met... Maar die schuift toch juist richting de SP? Ja, politiek gezien wel. Maar we zitten wel even gewoon midden in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En daar zie je weer de VVD staat op 80 zetels of zo. Wat is het in de peilingen? Ja, dat is daar ook denk ik een gevolg van. Dat kan je niet los van elkaar zien. Op het moment dat een land zo diep in crisis is als wij nu zijn. Ik vrees, met grote vrezen, overigens dat dit het laatste weekend is, dat wij nog zo, al is het een beperkte setting, bij elkaar kunnen zitten in zo'n theater. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. En maar toch zou je wel kunnen zeggen, wat had u graag anders willen doen? Wat had u graag anders willen doen de afgelopen jaren? Niet zo heel veel. Ik heb het idee dat we wel redelijk op koers zijn eigenlijk. Ik dan zelf, hè, qua met de SP. Ja? Ja. Op koers naar... Nou, een mooie campagne en een mooie uitslag. Maar dat gaat allemaal nog beginnen natuurlijk. Ja. Nee, ik denk dat onze uitgangspositie goed is. We krabbelen weer wat op in de peilingen. Dat is een prima uitgangspositie. Ik heb het idee dat we politiek relevanter zijn dan ooit. Er zijn meer voorstellen van ons die worden omarmd dan ooit. Ja, dat stemt mij optimistisch. Ja, want ja, die verkiezingen tot dusver, die u heeft meegemaakt, Europese verkiezingen, was natuurlijk een drama met nul zetels. Ja, we hebben wel eens betere uitslagen gemaakt. Ja. Maar goed, u bent eigenlijk hoopvol omdat... Dat programma blijkbaar dan. Want kijk, dat is eigenlijk het programma's... voor mij de eerste keer dat ik de kar mag trekken. Ik ben voor het eerst gekozen tot lijsttrekker van de SP. Dus natuurlijk super spannend. En vooral omdat ik het op mag nemen tegen een Rutte die er al weet ik hoe lang zit. Maar ook Asje natuurlijk. Zijn allemaal, hebben ze al jarenlang zitten ze natuurlijk al. Voor mij wordt het de eerste keer dat ik dit ga doen. Ja. Maar ik denk wel in een politieke tijd, ja, laten we eerlijk zijn, die voor de SP... Ja, volgens mij wil jij afronden, of niet? Want je stapt steeds ga door, maar je mag je zin afmaken. Ja, nou ja, die voor de SP natuurlijk politiek gezien super interessant is. Ja. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dames en heren, Frank Hendricks. Dankjewel. Ja, dat applaus komt er. Nu wil ik jou vragen om eigenlijk op die stoel te gaan zitten. Of de vers weg ook. Of hier, of... Ja, dat maakt echt niet zo uit. Ik ben nou zo benieuwd wat hij natuurlijk van tevoren heeft verteld wat hij wilde bereiken. En of ik daar gaan we de nabeschouwing doen? Ja, leuk. Ja. Ben je klaar voor de tweede? Sorry? Ben je klaar voor de tweede interview? Ja, zeker. Ja, ja. Dames en heren, voormalig collega Sharon Gesthuizen. Ja. Hallo. Hallo. Kijk, jij hebt zulke hoge hakken aan als ik. Dus we zijn allebei voorzichtig met al die opstapjes. Ja, het is wat, ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Lang niet gesproken. En even voor de helderheid, volgens mij weet iedereen in de zaal het wel. Wij hebben nooit bij elkaar in de fractie gezeten. We hebben eigenlijk nooit samengewerkt. Nee. Ik was al vertrokken toen jij in de fractie kwam. Ja. En we hebben elkaar, denk ik, de laatste keer echt gesproken bij een kopje koffie in Den Haag voordat jij Kamerlid werd. Ja. Dat is al een tijd geleden. Ja. Ja. Toch? Dat is al even geleden, ja. Een jaar of vier dus, denk ik. Maar goed je te zien. Ja, leuk. Vind ik ook. Dit had ik ook. Ja, tot nu toe loop ik wel op koers, hoor. Dit had ik al aan zien komen. Ja. Maar leuk. Ja, ik moet af en toe mijn bril opzetten, Lilian. Want ik heb een klein beetje een spiekbriefje. Ik kwam ook achter dat ik mijn lenzen niet in heb. Dus toen zat ik daar, dacht, kijken wie er nou zit. Maar ik kom tot rij 3 en daarna... Het is allemaal heel donker ook. Ja. Dus een paar mensen zitten in de spotlight. Maar goed, hoe gaat het met de partij? Dat wilde ik eigenlijk in eerste instantie aan je vragen. Nou, dat vroeg hij net ook al. Ja, volgens mij wel goed. We liggen op koers, was mijn antwoord net. En politiek zijn het tijden waarin ik denk dat het voor de SP heel interessant is. Ja. Voor onze positie, voor onze plannen, voor onze uitstraling, beeldvorming. Je bedoelt kansrijk? Ja, kansrijk. Ja. Omdat er meer, zo voel ik het tenminste hoor, politieke ruimte is voor onze ideeën. Kijk, nou ja, jij kan er als geen ander over meepraten natuurlijk, nog meer dan ik misschien wel. Maar we hebben jarenlang opgebokst tegen dat neoliberalisme. Tegen het neoliberalisme van Rutte, tegen het marktdenken, exact. En wat je nu ziet, is dat er scheurtjes komen in dat bastion wat neoliberalisme heet. En dat ervaar ik als meer politieke ruimte voor onze ideeën. Nou, wil dat nou zeggen dat het automatisch onze kant op komt? Nee, daar geloof ik niks van. Wil dat nou zeggen dat wij daar automatisch electoraal van profiteren? Totaal niet. Niet automatisch, daar zul je hard van moeten werken. Exact, mag ik je een quote voorlezen uit september uit de NRC? Je kent hem ongetwijfeld wel. Ja. Hij is best vals. Het is de vloek van de SP. De ene na de andere partij laat hetzelfde geluid horen. Maar op retoriek na neemt de concurrentie weinig van Marijnissen over. Behalve haar kiezers. Klopt die analyse? Niet helemaal, volgens mij. Maar hij gaat op voor dat deel waarvan je zegt...
eigenlijk delen meer mensen. Ik moest denken aan een analogie van 2010. Financiële crisis. Ja. Ik zat toen, eigenlijk was dat natuurlijk al 2008. Ik zat koud in de kamer. Ja. En de boel pleurde in elkaar. Ja. We kregen gelijk. Ja. Maar in 2010, Agnes was toen aan het roer. Het was verrekte moeilijk om dat gelijk ook te krijgen. We hadden het wel, maar we kregen het niet. Ja. En nu zie ik jullie, want het is inmiddels jullie. Ik zie, ik deel die analyse van, die scheurtjes zijn er, maar hoe zorg je ervoor dat je dat verzilvert? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Wij gebruiken dit voorbeeld zelf ook om te analyseren. Tenminste, ik heb veel gesproken met collega's, SP-collega's uit 2010, die inderdaad die crisis hebben meegemaakt, maar die vertellen exact wat jij zegt. Namelijk dat wij toen er niet in zijn geslaagd om ervan te profiteren. En dat maakt ook dat ik nu alles en iedereen zeg, jongens, het is absoluut geen automatisme. Eén, dat er nu een systeemverandering komt. Want dat dacht men toen ook. Oh, nou wordt toch wel gezien dat die financiële bubbels en zo, dat dat allemaal niet werkt. Nou, een jaar later maakten de banken gewoon weer winsten, joh. En de lonen gingen niet omhoog. Dus nee, één, geen automatisme dat er systeemverandering komt. En twee, ook niet dat dat onze kant oprolt, electoraal gezien. Dus, hoe dan wel, is de grote vraag. Dus ik probeer daar wel van te leren. Mm-hmm. Dus alleen, toch een beetje soort van, ik zeg niet dat wij dat toen deden hoor, maar achteroverleunen en genoegzaam bedenken, nou, het komt onze kant wel op, want we krijgen toch gelijk. Ja, dat werkt dus niet. Dus, ik denk 30 puntenplan was er, kan ik me van toen herinneren. Ja, ja. Dus nou, exact diezelfde, dan kan ik hier, we zijn toch onder elkaar zo'n beetje. Wel vertellen die worsteling. Mee, ja, dames. Die hebben wij ook wel gehad. Want nu dachten we ook gelijk, ja, we moeten een plan presenteren met zoveel punten. En toen inderdaad wezen SP'ers erop van, joh, dat hebben we toen ook gedaan. Ja. Heeft niet op dat niet moment meteen. Niet per se gewerkt. Misschien later in 2012. Nou, daarvoor dachten we nu, we komen met een korte termijn, een middellange termijn en een lange termijn. Oké, mag ik daarop inhaken? Want kijk, de SP is natuurlijk lang geleden, voordat jij en ik geboren werden, opgericht echt uit noodzaak. Er was een noodzaak in de samenleving voor dat geluid. En is die noodzaak er in jouw ogen anno 2020 nog steeds? Volop. Ja? Ja. En mag ik, als ik je dan zou vragen, heel concreet. Hè? Dames en heren, iedereen moet bij de SP bepaalde boeken lezen, bepaalde literatuur. Het hoort bij een soort van kadertraining. Daar krijg je uitleg over hoe werd er vroeger actie gevoerd, onder andere in Os natuurlijk. En volgens mij, maar ik weet het niet 100% zeker, en ik had niet de tijd om het na te zoeken, maar ik herinner me iets met een sjoepactie. Wij willen ook sjoepen. Sjoepen? Ja, nou jij weet het. Nou, dat is wel echt douchen. Ver voor onze tijd hoor. Douchen, want er waren geen fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Ja. Daar werd voor actie voor en waren huurwoningen, die hadden gewoon geen douche. Precies, die hadden geen douche. Sanitaire voorzieningen. Nou, daar kun je nou echt van zeggen, dat was, als er iets een noodzaak was, was het toen. Wat is nou voor jou de sjoep van 2020? Ja. Of van 2021? Ja, ja. Nou, als je het in diezelfde hoek zoekt, dit ging over huurwoningen, zie je eigenlijk dat we daar nu weer volop mee bezig zijn. Nu gaat het niet over sjoepen, maar gaat het over dat mensen niet in de schimmelwoning hoeven te wonen? Gaat het over dat mensen niet nu de hoogste huren, het is geloof ik 6% gestegen, de hoogste huurstijging. Klopt, sinds maar dat jaren. Lees ik bij PvdA en GroenLinks ook. Sorry? Dat lees ik bij PvdA en GroenLinks ook. Nou, GroenLinks heeft gisteren natuurlijk pas programma gepresenteerd, dus ik heb het nog niet tot achter de komma kunnen spellen. Maar wij zeggen geen huurverhoging en we hebben ervoor gepleit dat die asociale huurverhoging van nu, dat teruggedraaid wordt. Daar hadden we overigens natuurlijk ook een meerderheid voor in de Eerste Kamer onder leiding van onze aller Tini Cox. Maar Ollongren heeft dat naast zich neergelegd. Dus als jij vraagt van eigenlijk van wat is de relevantie nu nog van de SP in 2020, dan zie ik die volop. Ik noem er nu een voorbeeld van huren, omdat dat met dat sjoepen over woningen ging. Maar breder gezien, noem net ook al even de coronacrisis. Als je ziet hoe de coronacrisis eigenlijk een vergrootglas blijkt te zijn voor de grote problemen die er in de samenleving toch al waren. Ongelijkheid? Ongelijkheid met stip op één, denk ik. Mm-hmm. Maar ook in wonen, zorg, de inkomens van mensen, de arbeidsmarkt, waarvan ik overigens ergens voor ben dat we die ook geen markt meer gaan noemen, net zoals de woningmarkt. Want dat is allemaal een uitvloeisel van dat neoliberale denken, dat alles als een markt wordt gezien. Mm. Nou ja, dat we daar, dat er nu meer politieke ruimte komt. Dat ook andere partijen zeggen, dat is misschien toch niet helemaal goed geweest. Mooi, maar meer dan ooit is de SP relevant om die verandering, in tegenstelling tot 2010,
nu wel af te dwingen. En nog veel verder voor 2010 was het dus dat Schuppen. Toen waren het volgens mij de arbeiderswoningen. Waar de, nou ja, in die tijd was het nog heel simpel. De arbeider, dat was een witte man. Dat was het electoraat waar je volgens mij ook vooral op lichtte. Dat is lichtte. Niet waar. In Os wie staat er nu op... Overigens, dat is niet waar, hè? Want dat ging over sociale huurwoningen. Maar in Os hebben we uitstek veel Turkse gastarbeiders die juist in die woningen woonden ook. Dus dat was toch een heel gemêleerd gezelschap toen al. Ja. Is dat iets waarvan je zegt, als jij nu zou bedenken, wie is nu de Nederlander of wie zijn de Nederlanders? Je hebt een paar keer aangegeven, van ik heb niks met identiteitspolitiek. Vind ik eigenlijk, dat moet geen onderdeel zijn van de discussie. Tenminste, ik parafraseer het, maar zo komt het in ieder geval mij over. Wie zijn nu de mensen waarvan je denkt, daar moeten we het hardst voor doen? Waar wij het hardst voor moeten doen, of die op de SP zouden kunnen moeten stemmen? Nou, ik hoop dat dat hetzelfde zou zijn. Tenminste, voor jou hoop ik dat dat hetzelfde zou zijn. Ja, nou, sterker nog, ik zou het nog wel breder willen trekken. Ik hoop namelijk, en ik heb namelijk ook de overtuiging dat het ons gaat lukken, om niet alleen die mensen voor wie de SP keihard nodig is, maar juist ook mensen die, die het misschien zelf wat beter hebben. En die niet nu in deze coronacrisis meteen door de bodem zakken, zoals een hele hoop anderen helaas wel in ons land, dat die zich ook aangesproken moeten kunnen voelen tot de SP. En ik denk dat dat de stap is die wij moeten gaan maken, die we kunnen maken, omdat ik bespeur dat heel veel mensen zorgen hebben over toenemende tweedeling. Ik heb dat bij de algemene beschouwingen ver-Amerikanisering genoemd. Nou, eigenlijk een woord wat al heel vaak gebruikt wordt, maar waar we volgens mij nu middenin zitten. Neem de zorg. Hè. Als je ouder wordt, je kan, als je een paar duizend euro neer kan leggen, kan je in een mooie zorgboerderij gaan wonen, oud worden. Maar als je dat niet hebt, moet je het doen met het verpleeghuis op de hoek. Neem de politie. Onderzoek recent, de agent verdwijnt uit de wijk. Aangifte blijven op de plank liggen, maar tegelijkertijd zie je in de villa-wijken, zie je de particuliere buurtwachten, zie je rondrijden. Onderwijs, die spotjes, Sharon, op de radio. Wilt u ook het beste uit uw kind halen? Kies dan voor particulier onderwijs, had ze flat 30.000 euro per jaar en uw kind zit in een kleine klas. Hoezo? Alle kinderen moeten toch het recht hebben omdat het beste uit hun wordt gehaald. Ook al kunnen je ouders niet 30.000 per jaar lappen. Ja. Dus maar tegen tweedeling, arm versus rijk. Dat ik denk dus dat er een groep kiezers is die daar misschien zelf niet per se meteen mee te maken niet nodig heeft. Maar wel zich daar zorgen om maakt en wel zegt, hé, maar in zo'n samenleving wil ik niet leven. Ik kies voor de SP. Ja. En tot in hoeverre is de discussie die we de afgelopen jaar veel gevoerd hebben zien worden, naar aanleiding van de fiscale misstanden. Dus de Belastingdienst die met etnisch profileren, zo mag het wel heten. SP heeft zich daar ook samen met CDA natuurlijk bijzonder hard voor gemaakt. Tot in hoeverre speelt zo'n discussie, als het gaat over de mensen die de zorg van de overheid, de steun van de overheid het hardst nodig hebben. Ja. Maar misschien ook wel het eerst in de kou komen te staan. Misschien wel degene zijn die het snelst in het verdachte hoekje komen te staan. Tot in hoeverre speelt zo'n... Kijk, als je kijkt naar de geschiedenis en je kijkt naar de omwentelingen, de grote maatschappelijke omwentelingen, daar heeft natuurlijk altijd een stuk identiteit, politiek, heeft daar altijd wel een rol in gespeeld. Dus ik ben nog op zoek naar, wat is nou je reden om te zeggen, met de geschiedenis die Nederland heeft en met wat we weten over grote maatschappelijke omwentelingen, zoals bijvoorbeeld emancipatie, maar ook democratisering. Ja. Maar ook iets wat jij en ik ons allebei nog kunnen herinneren, de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika. Tot in hoeverre speelt dan identiteit bij groepen, bij bevolkingsgroepen, juist in het proces van emancipatie in onze samenleving, niet toch een dusdanig grote rol, dat je als politicus moet zeggen, ja, ik ben er voor de klasse, ik ben er voor de klassenstrijd, maar ik kan hier mijn mond niet over houden. Nou, er zijn zat dingen waar wij niet onze mond over kunnen of willen houden. Je noemt terecht de Belastingdienst, Renske zit hier. Daar houden we bepaald niet onze mond over. En als daar sprake is van discriminatie, en dat was er, of dat is er, dan benoemen we dat ook gewoon. Natuurlijk, uitspreken, aanklagen, nou dat doen we volgens mij erin, vol erop. Dat past ons ook, vind ik, als SP, hè? Als oppositiepartij, maar ook omdat het in alles zo onrechtvaardig is wat die mensen wordt aangedaan. Dus maar natuurlijk vind je het een benoemen we dat dan ook. Maar, is het een lastig thema? Daar heb je het over een concreet iets, maar de Black Lives Matter discussie, de antiracisme discussie, de institutionalisering of het geïnstitutionaliseerd racisme discussie, is dat een lastige discussie voor je? Zeg je van, ik wil het eigenlijk alleen maar over die klasse hebben? Of nee hoor, dat hoort erbij. Nee, dat is absoluut, sterker nog. Maar het is wel even de manier waarop we dat doen.
Wij doen dat op onze SP-manier en daar ben ik ontzettend trots op. En dat is? Nou, zoals we dat bij de Belastingdienst doen. Niet alleen over lullen, aanklagen. Die mensen organiseren, ze zaten allemaal op de tribune in alle kleuren die je kan bedenken. Maar het gaat erom dat we samen strijden voor de goede. Dat vind ik de manier waarop we als SP ook naar zulke dingen moeten kijken. En uiteindelijk ook het meest emanciperend werkt. Want het is machtig mooi wat wij in de Kamer kunnen zeggen of ik kan fantastische tweetjes bedenken en de wereld inslingeren. Maar echte emancipatie is dat Renske samen met die mensen in de Kamer komt. Ja, sorry, ik rond af. Ja, ja. In de Kamer nog drie komt. Dingen, ja. Ja, ik wou er nog drie dingen over. Ja. Ja. Laatste zin. Nou, dat is de manier die ons past. En dat is volgens mij echte emancipatie. Dat je het niet alleen voor de mensen doet, maar vooral ook samen met de mensen. Punt. Dames en heren, Sharon Gesthuizen. Dankjewel. Ja. Het applaus voor Lilian Marijn is bewaren tot het laatste. En daar zijn we bijna. Nog één etappe, de derde en laatste. Hij staat te popelen van ongeduld. Gijs Groenteman. Goeiedag. Ja, we kennen elkaar Hallo. Niet. Nee. Vind je het lekker om door iemand geïnterviewd te worden die je nog niet kent, Lilian? Ik vind het spannend, ja. Het is weer eens wat anders, hè? Ja. Ja. Ik ben helemaal geen politieke interviewer. Misschien heb je nog nooit een interview van lekker, me gehoord. Lekker, dankjewel. Ja. Wel de eerste die een watertje... Die is wel beleefd om een glaasje water voor je in te schenken. Eindelijk een heer tegenover je. Hoe is het eigenlijk om politicus te zijn, Lilian? Nou, soms hartstikke mooi en soms denk je, jongens, waarvoor deden we dit ook alweer? Welke momenten zijn dat? Je begrijpt dat ik daarin geïnteresseerd ben. Ja, een legio. Noem maar eens eentje. Even een concrete. Nou, concreet zei ik hier. Vanochtend bijvoorbeeld, toen ik hierheen reed, dacht ik... Oh ja, ik had op zondagmiddag toen eigenlijk ook wel wat anders kunnen gaan doen. Hallo, 30 potentiële kiezers. Sorry hoor, mensen. Ja, maar dat hoort erbij. Maar ik vind het nu hartstikke leuk. Ik vind het nu er helemaal bent. Ja, maar moet je een soort stamina, hoe noem je dat? Een soort vasthoudendheid hebben, dat je altijd ook op de momenten dat je denkt... Ik heb er eigenlijk geen zin in. Je moet toch die kar trekken altijd. Ja. Je mag eigenlijk nooit geen zin. Ik bedoel, je kan wel geen zin hebben, maar dan moet je altijd overheen. Jammer voor jou. Ja. Jammer voor jou. Ja, zo is het. Ja. Is dat iets wat je thuis geleerd hebt of niet? Want je moet dat gezien hebben ook thuis bij je ouders. Ja, zeker. Zeker. Ja, zeker. Nou, ja, dus ik denk dat ik, juist omdat ik dat gezien heb natuurlijk bij mijn pa, die ook dit werk heeft gedaan, denk ik dat ik wel... Je moeder was ook politica, toch? Wat zei je? Je moeder was ook politica, zeker, toch? Zeker, ja, absoluut. En nog eens actief bij de SP in Os, maar ook wethouder geweest, raadslid, et cetera. Maar juist daardoor had ik er misschien wel een heel goed beeld bij. Dus ik wist misschien, in tegenstelling tot sommige anderen, maar dat weet ik niet, dat vul ik in, wel heel goed waar ik aan begon. Mm-hmm. Maar wat doe jij eigenlijk als vraagman? Ik ben interviewer. Ja, en wat doe je normaal? Want je zegt, ik interview nooit een politicus. Maar wat interview je dan normaal? Ik interview normaal mensen over waar ze mee bezig zijn. Kunstenaars en andere mensen, maar helemaal niet per se in het politieke. Nee, meer cultureel zo. Ja, cultureel-achtig. En wat mensen drijft, vind ik interessant. Ah, okay. Ja, ik vind het interessant ik bedoel, het lijkt mij een verschrikkelijk beroep om politicus te zijn. Nee, maar ook zo met die twee interviews hier net ervoor. Ja. Je bent de hele tijd in een arena bezig. Ja. En je bent de hele tijd een positie aan het verdedigen. Je bent de hele tijd een belang aan het verdedigen. Je bent de hele tijd je partij aan het verdedigen. En dat lijkt me ontzettend vermoeiend. Ja. Ik heb er toch wel lol in hoor. Die gesprekken net vond ik wel leuk. Eigenlijk. Ja, precies. Maar goed, dan heb je er dus lol in om de hele tijd die arena te betreden. Ja, en dat is omdat je natuurlijk wel... ik zie het wel als een middel. Voor mij is dit absoluut niet een doel. Ja. Ik heb wel af en toe het idee dat er collega's van ons zijn... die zeg maar het zijn van politicus, het maken van hun carrière... dat tot doel hebben. Nou, daar heb ik dus totaal geen last van. En dat helpt me misschien ook wel. Dat ik denk, nou, ik zie dit soort dingen echt als middel... hoe groter we zijn, hoe meer we het verschil kunnen maken. Dus we willen zo groot mogelijk worden. Ja. En waarom we verschil willen maken, dat is de inhoud die je drijft. Ja. En dus daar zie ik dit als middel voor. Het is puur, idealisme is misschien niet het goede woord. Of is idealisme wel het goede woord? Misschien wel. Is dat iets waarmee je geïnfecteerd wordt met idealisme? Ik weet niet of je daarmee geïnfecteerd kan worden. Ik denk dat idealisme? Ja, ik denk dat de kern van idealisme juist iets is dat het vanuit jezelf komt. Dus denk dat ik, is iets wat in je moet dat zitten. Dat is niet iets wat je aangepraat kan krijgen of opgeplakt. Of, ik denk dat dat wel in je moet zitten, ja. En is het moeilijk om idealisme en ego uit elkaar te houden? Hoe bedoel je? Nou, denk ik wel. Nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat waarom doe je dingen? Doe je dingen puur om de wereld beter te maken? Om een mooiere wereld achter te laten of te creëren?
Of zit daar ook een soort genoegdoening voor jezelf in? Is dat ook iets waar je zelf op een of andere manier je prettig Ik denk dat iedereen zou liegen als je op dat laatste nee zou zeggen. Want ja. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Maar dat vind ik iets anders dan ego. Vind voldoening halen uit dat wat je doet, vind ik heel anders dan ego. Ik kan een voorbeeld geven. In de tijd hiervoor werkte ik bij de Bond. Mm-hmm. Nou, toen werkte ik ook eigenlijk dag en nacht. Maakte in die zin niet zo heel veel uit. En kreeg ik ook vaak de vraag, want er moest stap en land af, gingen naar verpleeghuizen vaak. Ja. Waar mensen in de ouderenzorg werkten en te weinig personeel, een hoop problemen. En gingen we samen met die mensen knokken voor betere zorg eigenlijk. Ja. Maar waar ik dan de voldoening uit haalde, was dat bijvoorbeeld een van die dames, achter in de 50, werkte in de thuiszorg, tegen mij zei van, goh Lilian, weet je, ik heb nooit voor mezelf op durven kunnen komen. Ja. Nooit. Ja. En nu heb jij mij dat geleerd. En nu, en dan zag ik ze actie voeren of de pers te woord staan, weet je wel. En die zeiden, dat had ik nooit gedacht dat ik dat zelf zou kunnen. Of nee. dat ik dat in me had. Nou, daar haal ik dus onwijs veel voldoening uit. Dan kan ik de hele maand... Dat vind je verrukkelijk. Ja. Ja. Nu is het zo dat net helemaal in het begin, er is één ding wat ons bindt, namelijk dat we allebei in de voetsporen van onze ouders zijn getreden. Mijn moeder is interviewer, jouw vader is politicus. Dat vermoed ik al een beetje. Maar en ja. net toen Martijn je in het beginpraatje sprak, toen zei je, er is één ding wat mij, tenminste als ik iets van vooringenomenheid bespeur, dat was dan in interviews, ja. Dan heb je aan mij een kwaaie. Ja. Vooringenomenheid is natuurlijk best wel lastig in de positie waarin jij zit, als dochter van je vader. En iets in mindere mate van je moeder, waar je natuurlijk altijd tegen moet vechten. Of dat mensen dat bij gevoel? Mij denken, ja. Wil je? Nou, ja. dat je altijd als zo de slippendrager of het opvolgertje of het dochtertje binnenkomt. Of heb je dat nooit zo gevoeld? Nou, ik zal niet zeggen dat ik dat nooit zo heb gevoeld. Maar ik heb wel altijd toch geprobeerd me daar zo min mogelijk door te laten leiden. Of beter gezegd afleiden, eigenlijk. En hoe doe je dat? Nou, simpelweg door me er gewoon geen zak van aan te trekken, eigenlijk. Maar dan moet je een tank zijn. Dank je. Nee, maar dat is toch ontzettend moeilijk? Wel, het is niet altijd leuk. Nee, daar heb je absoluut een punt. Het is niet altijd leuk. Maar je kan het ook omdraaien. Hè? Je kan ook denken, nou, als jij zo over mij denkt, beste vriend, dan zal ik jou eens wel eens wat laten zien. Ja. Zo, dat draaide ik het naar, dan ben ik juist nog gemotiveerder om tegendeel te bewijzen. Snap je wat ik bedoel? Ja, en net zoals daarnet, toen ik een concrete situatie vroeg, kan je hier ook een concreet voorbeeld van geven? Of kan je een beetje uitleggen hoe dat dan gaat in de praktijk? Nou, ik heb het vaak aan het begin gehad. Dus ik weet nog toen ik inderdaad in de raad in Os werd gekozen. Mm-hmm. Nou, niemand kende mij natuurlijk behalve in Os. Dan ben je de dochter, landelijk gezien, ben je dan de dochter van Jan Marijnis komt in de raad. Mm-hmm. Ja, dan kan je op twee manieren mee omgaan. Kan je denken, wat vervelend dat nou niet mijn eigen kwaliteit wordt gezien. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook heel logisch. Die mensen kennen mij ook helemaal niet. Dus eigenlijk dacht ik, ja, het is toch ook niet zo raar. Ik hoef me daar misschien ook niet zo door te laten afleiden. Ik ga gewoon aan de slag. En ik heb daar dus gezien, en daar heb ik zelfvertrouwen uitgeput. Want later landelijk heb ik dat precies nog een keer meegemaakt natuurlijk. Ik heb daar zelfvertrouwen uitgeput. Het was namelijk binnen een jaar was het weg. Dat is nu eigenlijk ook. Ik moet zeggen, het komt, ja, jij vraagt er nu naar. Zeker. Maar we hebben ook het gesprek daarna, weet je wel. Maar in het dagelijkse werk komt dat eigenlijk niet meer op mijn pad. Ik heb er helemaal geen last van. En was het ooit, heb je ooit op een punt in je leven gestaan dat je moest kiezen? Het een van dat je dacht, is het wel handig om carrière in die partij te gaan maken en diezelfde weg te gaan? En helemaal in die omgeving waar je eigenlijk je jeugd ook in hebt doorgebracht, om daarin te blijven? Ja. Zeker. Wanneer was dat moment? Continu eigenlijk. Ja. Ja, continu. Omdat er is een hoop om te overdenken, zeg maar, als je op de plek zit waar ik zit. Er komt veel bij kijken, veel verantwoordelijkheid. Althans, die heb je ook, maar die voel ik ook echt in de volle omvang, zeg maar. En ik heb daar natuurlijk heel veel over nagedacht. Van, ja, zal ik niet te veel dan meestappen in dat wat men toch al van je verwacht, weet je wel. Maar toch heb ik uiteindelijk gedacht, nee, want dit voelt voor mij goed. En dan denk ik, nou, dan ga ik er ook voor. En het is me denk ik redelijk gelukt, vind ik zelf in ieder geval, om dat redelijk snel, ook weer dat dochter van etiket, om dat kwijt te raken. Ja, maar je zegt, ja, wat wou je nog zeggen? Nou, er zit nog wel iets anders achter. Namelijk dat ik, dat kwam net een beetje in het vorige gesprek ook ter sprake, dat ik natuurlijk ook de andere kant heb gezien van het vak.
En dat heeft mij misschien wel meer dan een ander ook doen twijfelen. Want het is natuurlijk ook iets waar je wel, ja, eigenlijk je hele leven moet gewoon in teken staan van dat wat je doet. Ja, en iedereen die daar anders over praat en zegt, oh, je kan ook nog vrij. Het is gewoon gelul. Dat je kan hebt geen niet. Vrije tijd. Je hebt geen ander leven. Beperkt, eigenlijk. Heel beperkt. En ook al als je wel vrije tijd hebt, dan ben je nog aan het denken. En want dan ben je niet ontslagen van die verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Die gaat altijd door. Ja. Dus je kunt wel een lege dag in je agenda plannen. Maar die verantwoordelijkheid loopt door. En dat doet wat met jou. Dat doet wat met je karakter. Dat doet wat met jouw omgeving. Met dat wat van je omgeving vraagt. En dat is heel ingrijpend. Want iedereen die zich met jou zal willen verkeren, zal weten dat je politieke leven altijd op de eerste plaats komt. En de rest op de tweede, derde. Ja, en ik heb dat natuurlijk eerder bij mijn vader gezien. En ook als dochter van die vader ervaren hoe dat was. Heb je hem dat ooit verweten? Nee, ik heb hem dat nooit verweten. Hoe kan dat? Goeie vraag, zeg. Nou, omdat ik wel altijd het vertrouwen heb gehad in dat hij op dat moment ook deed wat hij dacht dat het beste was. Dus er is nooit sprake geweest van kwaai opzet, zoals dat in Os noemen. Of nooit sprake geweest van nonchalance, van goh, ik vind jou niet belangrijk en daarom ben ik er niet. Hij was er nooit, vervolgens. Maar dat had een andere reden dan dat. En dat moet je wel doorzien om op zo'n manier ernaar te kunnen kijken. Hey, en een beetje een pathetische vraag, maar is het feit dat je hetzelfde werk bent gaan doen en in zijn voetsporen bent getreden, zou het niet ook een roep om aandacht kunnen zijn van hem? Van hem? Ja. Nu moet je even uitleggen. Nou, dat het jouw manier is om proberen in contact met hem te komen. Aangezien oh, van hij, mij? Ja, van jou van aan mij... hem. Nee, dat denk ik niet. Want, weet je dat zeker? Nou, bij zulke existentiële vragen weet je het volgens mij nooit zeker. Dus dat nee. Ga ik niet dan geen denk ja je daar wel, zeggen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Jawel. Ja, jawel. Zeker wel. Maar ik denk dat uiteindelijk dat wat ik doe, heb ik toch het idee dat je dat niet zou... Ik zeg heel eerlijk, ik zou dit gewoon niet volhouden als ik er niet voor de volle 100% zelf zou willen. Dus als het dat zou zijn wat jij nu opwerpt van, goh, zou het dat kunnen zijn? Dan was ik al lang omgevallen, denk ik. Ik denk dat, nou, dat, ik denk dat een roep om aandacht van je ouders, dat ongeveer de grootste drijfveer kan zijn die een mens kan hebben. Veel meer dan het beter maken van de wereld misschien. Nou, ja, goed. Dat dus als die twee hand in hand gaan, wordt het wel een hele krachtige combinatie. Ik denk zeker dat het een belangrijk iets is dat je gezien, het zal voor iedereen gelden toch, je wil gezien worden door door je ouders, überhaupt door je omgeving, maar zeker door je ouders. In de allereerste plaats door je ouders. Ja, dat is waar. Heb je een gecompliceerde relatie met hem of heb je een vlekkeloze relatie met hem? Nou, daar zit godzijdank nog heel veel tussenin. Ik denk dat het in die hoek ergens moet worden. Ergens daartussenin. Ja, dat denk ik, ja. 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 Spreek je hem vaak? Niet heel vaak, toevallig gisteren nog. Maar dat heeft ook echt mee te maken dat ik zo mijn eigen leven heb en hij ook dat mij gunt. En ja. Ook, kijk, het grappige is dat mensen heel vaak denken, oh, dat is echt de meest gestelde vraag die jij gelukkig niet stelt. Nou, het zal aan de keukentafel wel nergens anders over. Nou, dat was dus, dat, nee, ja, dat gaat dus over andere dingen. Maar wat wel zo is dat omdat hij heel goed weet wat het is, je een ander gesprek voert. Ja. Dus waar je... Je hoeft heel veel u mag ja. Niet meer zeggen, nog even. Oh, is het al af? Ja, het is al af. Zie je nu waarom... Ga even een applaus geven. Gijs Groenteman, ja. Dank jullie wel. Moet ik op mijn rug? Nee, je hoeft niet meer terug te gaan. Oh. We gaan de tent wel een klein beetje verbouwen. Als jullie die twee stoelen ietsje minder voor willen, Gijs, als jij die kruk wil pakken, en dan even dat eigenlijk kruk. Hiervoor op 1,5 meter coronaproef, en dan, mevrouw Marijnissen, dan doe ik deze. Zo, of, ja. Dus, ga ik dan? We moeten allemaal op een kruk. Ja, dan kom je wat meer naar voren toe. Hier zo zitten, dan ik deze. Martijn, wat heb je dat allemaal goed uitgedacht. Ja, ongelooflijk. Als jij er wat naar voren komt, Gijs, kom jij er wat naar voren zo. Ja, zo naar achteren, zo, ja. Ja, zo. En dan, zo ik ja, dan zien we jullie. Uiteindelijk zit Frank bij de eerste rij op schoot. Kijk aan. Ik moet trouwens wel even trouwens. Ik vroeg aan het begin even van wie hoop je wel niet door de dingen te komen. Maar blijkbaar had je eigenlijk rekening gehouden met ons trio ongeveer. Op nou, Gijs nee, na, volgens nee, mij. Nee. Met twee van de drie wel, ja. Want Jeroen kwam er langs bij dat je dacht toen je met... Die had ik wel bedacht, ja. Ja, oké. Nou ja, als van goh, dat, die zouden, ik dacht nou die zouden ze best wel eens kunnen vragen. Ja. Maar hartstikke leuk, ja.
We gaan ze even af. Dat is ook spannend, want het publiek heeft dus van tevoren ook kunnen zien. Ja. Ik ben reserveerd. Laten we even beginnen met Frank. Wat daar natuurlijk spectaculair aan was, is dat natuurlijk de eerste minuten een... dan was het de gevoelstemperatuur was rond het vriespunt, zou ik maar zeggen even. Want jullie werden terug allebei genomen naar die tijd van dat interview. Opmerkelijk bij u te merken is, dan gaat ook letterlijk de boel op slot. Hè? Dus de armen gaan over elkaar, we gaan iets naar achter zitten. Kom maar op, hè. Kom op. Ja. Ben je er helemaal bewust van ook, dat je even gemoedsoest en dat je denkt, woep, even zo? Ja, maar dat zei ik van tevoren tegen jou, hè. Ja, zeker. Ja. Frank, wij keken elkaar ook even aan. Op een gegeven moment moest je vaart maken. Ja, we gingen kwallen. Volgens mij nog een uur kunnen doorpraten over dat eerste interview. Ja. Maar nee, gelukkig hebben we dat niet gedaan. Dus, nee. Maar even toch, je maakt van tevoren een voorstelling. Je hebt van tevoren gezegd, je wilde eigenlijk dat interview overdoen. Nu zoveel jaar later. Oh. Vraag, waar liggen de accenten van de partijleider? En moet even gewoon meteen heel kritisch zijn. Dat is in sommige opzichten gewoon niet gelukt, toch? Nee. Nou, ja. Het is eigenlijk... deels natuurlijk niet gelukt, omdat mevrouw Marijn eigenlijk zegt... Ja, ik voer het partijprogramma uit. Ik ben eigenlijk alleen maar de vertolker van dat programma. En ik leg niet heel nadrukkelijk zelf accenten of zo. Of het is niet mijn partij eigenlijk. Dus in die zin is dat dus eigenlijk... wel, toch vind ik dat wel bijzonder eigenlijk. Als je partijleider wil worden, dan denk je, ja, dan heb je een bepaalde drijfveer om dat te doen. Om misschien de partij een bepaalde. Het gaat niet zo goed, hè? Dan heb je een wissel. Dan denk je, nu gaan we een bepaalde kant op. Maar dat is er inderdaad niet echt uitgekomen. Maar nou even, want dit is de nabeschouwing. We gaan het interview niet overdoen. Dat zeg ik ook tegen mezelf trouwens. Maar nou even aan u de vraag, mevrouw Marijnissen. Als nou de sfeer en de dynamiek iets anders was geweest, had u wellicht toch wel degelijk bovenop het partijprogramma in dat interview accenten ter tafel kunnen brengen? In dit geval denk ik eigenlijk dat het wel meeviel. Omdat, nogmaals, we gaan het interview inderdaad niet overdoen, maar toch heel even in reactie daarop. Volgens mij is dat niet wat ik zeg. Wat ik zei is, in eerste aanleg zijn wij een ledenpartij en beslissen de leden. En is het niet zo dat het poppetje wat in de spitspeel zei, geloof ik, de koers uitzet. Dat doen we samen. Maar desalniettemin. En toen wilde ik dingen gaan invullen. Maar toen kwam eigenlijk al wel weer de volgende vraag, zeg ik heel eerlijk. Dus ik was nog aan het invullen. Volgens mij noemde ik twee dingen, maar ik had er wel meer bedacht. Ja. Maar dat kwam nog niet... Maar tegelijkertijd was er ook ruimte om... We hadden het ook over de regie van tevoren. Er was ook ruimte om die regie voor een deel te pakken. Daar gaf hij best ruimte voor. Zeker. Maar dus als je nu zegt, ja, hij interrupeerde voordat ik verder kon praten. Er was wel ruimte. Ik had het idee dat je bij spreken gewoon de afweging maakt. Heb ik zin om wel om niet om er iets over te gaan zeggen? Ja, dat klopt ook wel een beetje. Ja. Dat had ik al voorspeld. Hè? Ja. Er zat wel in die zin nieuws in, volgens mij, Frank. Dat je de uitspraak te pakken had. Dat een mogelijk samenwerking met de VVD nu kansrijker is dan een tijd geleden. Dat kwam er uiteindelijk uit, toch? En dat wijt je aan dat de VVD opschuift? Ik weet niet of dat nieuws is. Prima als jullie het opschrijven, want leuk, dan gaat het er wel over. Maar toen ik als lijsttrekker werd gekozen heb, ik eigenlijk proberen wel de lijn in te zetten van, jongens, nu is er meer politieke ruimte dan ooit voor ons. En ik denk dat je het zo moet vertalen als zelfs met de VVD of bij de VVD. Maar dat wel heel interessante tijd is voor ons als SP, meer in zijn algemeenheid. Om er echt vol voor te gaan dat we in een volgend kabinet mee zouden kunnen doen. Ter afronding even, wat ik spannend vond is ook het interview, dus de armen gaan over elkaar. Maar wat hij deed is, en ik kon dat goed zien vanaf hier, hij bleef je strak aankijken. Dat geeft ook een soort ongemak, dus op een gegeven moment eigenlijk jij gaat naar achter en hij blijft jou zo aankijken dat je ook dacht dat je een paar keer echt natuurlijk uit het contact gaat. Of klopt dat niet wat ik nou... Nee, jij hebt het ik kon het zien. Dus natuurlijk hij klopt bleef... het wat jij zegt. Nee, maar het ging natuurlijk ook over dat iemand oprechte interesse heeft. Ja. Niet je met voorbedachte raden. Echt. En hij blijft je aankijken. En op een gegeven moment is er ruimte. En het viel mij op dat jij ervoor koos om die ruimte niet te pakken. Ja. En ook uit dat contact te blijven. Ja, dat is niet allemaal zo doordacht of bewust, hoor. Dat is echt maar, dat is wat ik inderdaad aan het begin zei. Dat is dan toch wel hoe een gesprek verloopt. En hoe je voelt hoe de interactie zeg maar is. Dat was, maar daar komen we later op. Een ander gesprek vind ik heel anders. Bij mij werkt dat dan ook zo. Okay. Frank, nog een laatste woord erover. Wil je nog iets opmerken? Nee, ja, goed. Ik had natuurlijk allerlei vragen nog. Dat is natuurlijk wel het verschil in zo'n krantinterview. Ja. Dat duurde toen 3 uur of zo, geloof ik. Of 2,5 uur. Ja. En dit is 12 heel lang. Ja, voor mijn gevoel.
Maar nee, het was ja, goed. Het is interessant, vond ik. 12 minuten is ultra kort. Ja. Ik stel wel voor, al was het maar omdat ik dan aandachtig lezer ervan ben, dat jullie nog een keer wel zo'n sessie doen. Ja. Zeg ik gewoon als geïnteresseerd lezer. Ja, ja. Geef nog even een warm applaus, dames en heren. Frank Hendricks. Ja, dan komt Sharon. Sharon komt binnen. En wat ik daar opvallend vond, wat natuurlijk toch een enigszins opmerkt situatie is. En jij pakt daar meteen het initiatief en zegt, hey, wat leuk. Je pakt, de eerste zin komt van jou. Ja. Toch? Meteen laten weten? Ja. Ja. Zet je die dan ook echt aan of is het dan ook... Want er zit natuurlijk enig ongemak wel in, of helemaal niet? Wij allemaal, misschien wel. Ja, of juist niet. Er was overigens in het interview van ik vrij weinig van te merken. Dat was een... Toch? Ja, nee, maar ik heb met Sharon eigenlijk altijd... We hebben niet veel contact, maar het contact wat we hebben is prima. Dus ik ben daar niet in verzuurd of op anderszins. Nee, ja, goed, we hebben nu een andere positie. Dat is waar, maar dat weet iedereen ook. Dus ja, ik denk dan, nou, laten we er een leuk gesprek van maken. Gelukt, volgens mij, want ik ben zeer geanimeerd geluisterd. Maar Sharon, je had natuurlijk een aantal ideeën van tevoren. Ja. Je had ook een citaat uit NRC bij je. Ja. Gewoon even je gemoedstoestand. Is het interview verlopen zoals je had gewild? Nee, ik had net als Frank wel twee keer zoveel tijd willen hebben. Ik weet niet of jij twee keer zoveel wilde, maar ik in ieder geval wel. Onder andere omdat ik nog wel op een paar punten even wat die thermometer er wat meer in had willen steken. Of wat meer door had willen vragen. Maar voor wat betreft, ik had van tevoren het doel gezegd van, nou, het is een politica lijsttrekker in campagnetijd. Dus wat je wil is... informatie, hoe kijk je tegen dingen aan en dan op zo'n manier gepresenteerd zodat je er als kijker, als kiezer, als burger ook iets mee kunt. Zodat je het kunt wegen in je beslissingen die je uiteindelijk moet nemen. Nou, ik denk, wat dat betreft vond ik het interessant. Ik had misschien zelf iets meer, als ik wat meer tijd had gehad, Lilian praat vrij gemakkelijk lang, dat doen veel politici goed, maar zij heeft die kwaliteit zeker ook. Als ik wat meer tijd had gehad, dan had ik op een paar punten iets meer de duimschroeven kunnen aandraaien. Maar even die opmerking, ze praat lang, bedoel je daarmee? Ze praat zonder dat ze concreet benoemt wat ik eigenlijk wil horen? Nee, want ik vind... kijk, als je maar goed, ik ben geen professioneel interviewer, maar ik vind als je als politicus een vraag krijgt en je geeft daar een antwoord op wat niet goed is, of wat niet een antwoord op de vraag is, ja, dan is dat niet iets... Per se, ja, je kunt dan als interviewer doorvragen, je kunt als scherp doorvragen, daar zijn jullie ongetwijfeld beter in dan ik. Maar ik registreer dan ook als kijker, politicus loopt weg voor de vraag. Ja. Ja. Dus dat is dan toch iets wat je ook, denk ik, tenminste gedeeltelijk mag laten gebeuren. Maar even heel plat gezegd, ik dacht bij mezelf op een gegeven moment, het tijdsbeeld. Ja. En dan krijgen we ook, er is op dit moment meer politieke ruimte voor onze ideeën. Ja. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, maar wacht eens even. Ja. We zien nu dat de heel Forum voor Democratie wegloopt. Waar in datzelfde interview werd gezegd, daar zitten ook jullie kiezers. Ja. We zien wel iets van beweging bij jullie, maar niet echt substantieel nog. Hoe komt het dan dat die winst niet op een of andere manier... Ja, weet je, misschien wreekt zich, want ik weet niet of dit klopt wat ik nu ga zeggen. Maar wat ik dan zie en wat ik hoor en wat ik voel is... wat ik zie en wat ik hoor is... is dan toch iemand die eigenlijk geen goed antwoord heeft op... Waarom krijgen we die kiezers niet? Ik vind bijna, maar goed, misschien wreekt zich dat ik dan al te veel met een bepaalde bril kijk en dat ik veel weet, omdat ik zelf in die partij heb gezeten. Maar ik registreer dan van, ja, ik zie nog geen analyse. En hoe ga je dat dan concreet doen? En hoe voorkom je die analogie? Weet je, ik vond dat niet het beste interview het beste antwoord van Lilian. Ik vond dat een van de minst goede antwoorden, die naast een hele hoop wel goede antwoorden stonden. Maar dat vond ik geen sterk antwoord. Dus ik vind dan, op dat moment denk ik, moet ik daar dan nog op doorprikken? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik heb er een paar dingen over gevraagd. In die zin vond ik het spannend, want mijn indruk is dat dit type vragen en ook de hoek van je ondervraag, die ga je ontzettend veel meemaken de komende tijd ook in die verkiezingen. Ja. En dan wordt het wel spannend op een gegeven moment. Want dat zijn vragen waar je uit de verdediging zit. Ja, en dat wil je eigenlijk niet in verkiezingstijd. En het is al bijna maart. Toch? Dat is een spannend gegeven. Was het maar bijna maart. Nou ja. ik denk dat voor ons misschien wel. Wij zitten al een beetje in de verkiezingsstand. Maar de rest van Nederland niet hoor. Kan ik je verzekeren. Dat vermaakt nog heel veel weg. Volgens mij als je naar buiten loopt en vraagt mensen wanneer zijn de verkiezingen. Weet ik niet of iedereen weet dat in maart. Okay, die zijn er echt nog niet zo mee bezig. Maar je vraag is een andere. Namelijk uit die verdediging. Ja, weet je, Sharon, kijk, jij zei van, dat vond ik een van de minst sterke antwoorden.
Maar dat is misschien ook omdat er niet echt een simpel antwoord op is. Om de doodeenvoudige reden, als ik dat zou hebben, dan zouden wij al op 40 zetels in de peiling staan en niet de VVD. Dus ik kan wel een mooi verhaal ophouden. Dan denk ik, nou, zus en zo, maar dat is dan ook een beetje obligaat. Want dan denk ik, ja, breng het dan in de praktijk. We zijn daar allemaal natuurlijk mee aan het zoeken. Zeker. En kijk, de SP is daar niet uniek in. Ook PvdA, ook GroenLinks. Ze staan al een jaar vast in die peilingen, weet je. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Ze doen het nu bij jou. Zeker, maar daarom vond ik dat, wat ik heel leuk gevonden van het interview, is dat voorbeeld van dat sjoepen, dat mensen die niet konden douchen destijds. Ja. Dat is zo'n concreet iets. Ik kon het me niet herinneren dat ik het... Maar goed, zelfs nu je het nu vertel, ik heb meteen een beeld bij. Maar dat is dus natuurlijk het heeft een soort type concreetheid die meteen voelbaar en tastbaar is. Dat is natuurlijk heel anders. Je zegt, ja, wij gaan voor kansengelijkheid en de arm tegen rijk en et cetera. Dat zijn natuurlijk wat algemenere dingen die we ook bij andere partijen horen. Ja, dit is wel even een verschil. Sharon refereert aan een concrete actie die wij in Os in de wijk doen. Nou, die doen we als SP nu volop. Nul is genoeg. Nou, noem dat maar onduidelijk over de huurverhoging. Nou, organiseren we mensen op. Maar met haar heb ik een analytisch gesprek over het politieke landschap en waar wij staan en de politieke ruimte en wat dat is. Maar ik zocht wel naar dat, weet je, zo'n concreet voorbeeld. Eigenlijk is dat voorbeeld van de actie met de Belastingdienst, dat is misschien wel, weet je, dat... Ja, kwam ook ter sprake, maar dat is een heel concreet... Oh, sorry, nou ben ik inderdaad aan het tikken. Even die oorlog uit. Eigenlijk was ik op zoek naar zoiets. Van, he, waar ga je, zeg maar, wat is je actie? Wat is dan, en dan is dit dus heel erg gekoppeld aan etnisch profileren. Maar zo zijn er natuurlijk meer onderwerpen waar je, denk ik, van kunt zeggen, ja, weet je, hier gaan we echt tot op het bot gaan we. Goed. Sjoepen. Juist. En dan zijn we bij Gijs. Daar gebeurde ontzettend veel ook. Wat ik heel interessant vond, even, ja. Ik vind het leuk om op lichaamshouding te letten. Gijs ging letterlijk op zijn handen zitten. Gewoon zo. Van kom maar op, we gaan praten. Oh ja. Ja, letterlijk. Dat vond ik hartstikke... Ja. Dus... Je vroeg op een gegeven moment ergens tussendoor ook, wat doe jij eigenlijk voor de rest? Daar maakte ik uit op, mevrouw Marennissen, dat je niet helemaal van alle... Dat je niet alle podcasten van Gijs... Nee, Lilian helemaal geen tijd voor Nee. Wat ik interessant vond, laten we eerst even over de gevoelstemperatuur, is... Je hebt dus iemand, zie je, die vaag wel ongeveer een idee met wat hij zou kunnen zijn. En dan gaat hij een onderwerp aansnijden waarvan je, nou ja, toch ook wel heel vaak over gesproken hebt. En toch ontstaat daar common ground en heb je zin om dat gesprek aan te gaan. Waar zit hem dat in bij jou? En blijkbaar dus wat hij bij je doet? Ja, heel eerlijk denk ik, wat ik ook vooraf aangaf, dat ik bij hem echt het idee kreeg van, goh, hij is echt geïnteresseerd. En dan, ja, zo werkt dat toch, denk ik, in interactie tussen mensen. Echt zin te vertellen. Ja, ja, dan krijg je ook zin om wat te vertellen. En dan denk je, nou, goh, ik zal nog eens iets vertellen wat ik eigenlijk nog nooit ergens heb verteld. Dan, ja. Maar is het niet ook veiliger? Ik bedoel, heel veel politici willen bij ons een interview in het magazine, want dan gaat het meer over... Ja, nee, serieus. Ja. Het lijkt me ook aangenamer gewoon om zo'n gesprek te voeren dan als je... Maar het is gewoon een heel ander spel. Ja. En dat is ook waarom ik dat politieke interviews, behalve dat ik ze graag lees, zit er ook een hele grote mate van saaiheid in. Dat het ook altijd het spel is wat gespeeld moet worden. En het is, ik zou het gewoon nooit kunnen. Dus daarom bewonder ik je ook dat zeer. Dat zou niet kunnen. Oh, een politiek interview, omdat het is schaken, of het is, ik weet niet, het is een soort wedstrijd altijd. Nou, wat ik zei, het is eigenlijk altijd het is altijd die arena in. En altijd kijken waar je de zwakheid kan vinden en waar je de aanval kan zoeken enzovoort. En dat is natuurlijk fantastisch, maar dat is gewoon iets totaal anders dan wat ik doe en wat ik kan ook. En waar ik van hou, want dat is inderdaad meer op mijn handen gaan zitten. En ja, maar een beetje luisteren wat er gezegd wordt en kijken wat me nieuwsgierig maakt. Maar ik was wel meteen toen, want ik heb natuurlijk die eerdere interviews zitten kijken. En je ziet wel meteen dat Lilian gewoon iemand is die gewoon open is. Ik bedoel, dat is fantastisch, want een politici interview is super lastig. Omdat ze altijd bezig zijn met hun belang verdedigen. Wat ik ook tegen je zei, je moet altijd de partij moet gediend worden. Het moet altijd, elke mogelijkheid wordt aangegrepen om de punten naar voren te brengen of de doelpunten te kunnen maken of te kunnen zeggen wat er gezegd moet worden, wordt heel vaak naar het publiek gesproken, meer dan naar de interviewer. En je ziet aan Lilian meteen, en dat is, vind ik dus heel erg krachtig, maar het misschien ook, zou ook je zwakte kunnen zijn, is dat je niet die automatische politicusmodus hebt van naar het publiek gaan praten en wat er ook gezegd wordt, eigenlijk gewoon je verhaal wat je wilt doen afsteken, maar je kijkt gewoon naar de interviewer en je kijkt van wat gaan we doen, wat gaan we bespreken. Je legt de bal in feite ook bij ons. En dat vond ik heerlijk. Dus ik had meteen vertrouwd. Ik dacht van, nou, dat wordt sowieso leuk. Want wat er ook gebeurt, je gaat luisteren. En we gaan gewoon een gesprek voeren. En dan komt er altijd wel wat. Maar dat is wel niet per se heel typisch voor het spreken met een politicus. Maar dat verheugde mij wel, moet ik zeggen.
Het zal je maar gezegd worden. Ja, op een zondagmiddag. Het is wel waar overigens dat ik... een beetje stom misschien om van jezelf te zeggen. Maar ik wil dat wel heel graag zijn ook. Dus je zegt het misschien ook je zwakte. Ja, dat heb je misschien ook wel gelijk in zelfs. Maar toch denk ik, zal dat maar zo zijn. Want ik denk... en dat probeer ik vooraf ook aan te geven van bijvoorbeeld die mediatrainingen. Want dat is wel wat wij politici geleerd krijgen. Hè? Altijd je eigen boodschap vertellen. Nooit een antwoord geven op de vraag, maar zeggen wat het publiek wil horen. Dat is waar je in getraind wordt. Hè? Dat is wat het is. Je hoeft mij niet aan te kijken. Ja, jullie volk. Maar waarvan heb ik wel op het begin heel bewust gezegd van, nou, daar ga ik niet aan meedoen. Aan dat soort trainingen en dat soort, weet je... Natuurlijk is het wat anders, want je wil altijd je moment pakken. En natuurlijk moet je altijd bewust zijn van dat je bent wat je niet zegt. Dom. Nee. Oh, nee. Ja, dus er zit, dus het is altijd relatief. Maar bijvoorbeeld gewoon antwoord geven op een vraag. Nou, dat is iets wat ik zo belangrijk vind. Ja. Want Sharon heeft gelijk. Oh, die wauwelende politici die dan weglopen bij de vraag. Ja, ik erger me er al aan. Laat staan iemand die gewoon thuis zit te kijken, denk ik dan. Ja, en toch is het ook vaak, toch is het blijkbaar ook een soort marketingtruc die werkt. Het is ook onzekerheid vaak hoor, volgens mij. Maar mag ik dan toch nog even, daarna gaan we echt afronden. Wil ik toch nog even terug naar het interview van Frank. Want ik vond het in die zin spannend, omdat het de gevoelstemperatuur is op een wat lagere pitje begon dan bijvoorbeeld het laatste interview. En tegelijkertijd zijn het allemaal vragen die je misschien nu krijgt. En nog heel veel andere momenten ga je een soort gelijke vraag krijgen. Hij bleef in contact met je en er was echt ruimte om het eigenlijk te doen kantelen en het regie te pakken. En toch gebeurt dat dan niet. Want je blijft eigenlijk in die mode zitten herhalen van dingen. Je kondigt het ook vaak aan. Ja, dit klinkt misschien heel algemeen of het is misschien heel flauw. Of je introduceert echt je eigen antwoord al. En ben ik toch benieuwd, waar zit hem dat? Is dat dan persoonlijk dat je zegt, dat bevalt me niet? Of waar zit hem dat in? Nou ja, je constateerde zelf al dat de aanloop van ons tweeën zeg maar niet helemaal ideaal maar het was. Het gaat er mij juist om dat die na zes minuten is die kantelruimte er. Maar het is misschien toch ook deels, sorry dat ik onderbreek, maar je kunt zeggen, ja, dat trainen is niet goed. Hè, dat vinden wij journalisten ook heel erg. Maar het is natuurlijk wel fijn als je merkt van een politicus, hè, je krijgt de vraag van hoe ga je die partij dan groot maken? Hoe ga je het dan doen? Als je daar dan een duidelijk verhaal krijgt, dan kan dat natuurlijk ook... Ja. Nou ja, jij vond mijn antwoord niet duidelijk, maar ik vond zelf mijn antwoord best duidelijk. Maar goed, daar verschillen we dan over van mening, dat mag. Nou, maar dan ga ik het toch één ding over zeggen, kan ik het toch niet nalaten. Kijk, even heel simpel gezegd, als ik nou SP-fan zou zijn, dan zou ik het wel ook wel vinden dat natuurlijk leuk dat het partijprogramma uitgevoerd wordt. Maar Potjandori, die zit daar van vlees en bloed voor op de bok, die gaat dat op een bepaalde manier accenten doen en het een belangrijker vinden dan het andere. Dus er is meer over jou te vertellen dan alleen uitvoeren van het verkiezingsprogramma, toch? Ja, maar volgens mij zei ik dat helemaal niet. Ik zei, in eerste aanleg zijn wij een ledenpartij. Ja. En is degene die in de spits speelt niet degene die de koers bepaalt. Dat is wat ik zei. En daarna wilde ik gelijk een aantal voorbeelden gaan noemen. Waar je volgens mij je eigen accenten kan leggen. Ja. Maar dat is wel een verschil, vind ik. Je legt accenten. Ja, klopt. Wij zijn geen PVV. Ja, hoe Geert Wilders wakker wordt, bepaalt wat de PVV vindt. Daar heeft geen lid wat over te zeggen. Ja, sorry, dan moet je niet bij ons zijn. Ik vind het een geweldig mooie laatste zin. Ja. Ik ben blij dat je vanochtend met enige terughoudendheid wakker werd. En ik hoop dat je er vanavond, als je erop terugkijkt, een goed gevoel hebt. Ik vond het hartstikke leuk. Dames en heren, Lilian Marijnissen. Dank je wel. Dan ga ik even voor u langs. Dan ga ik die kant op kijken. Ik dank u voor het kijken. Als het goed is, krijg ik nu op het scherm te zien namelijk dat Wouter Koolmees, de vicepremier en de minister van Sociale Zaken, hier de volgende gast is. En die zien wij 15 november. U hopelijk ook en wellicht u zelfs weer in de zaal. Dank voor uw komst en tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank u wel. Dank u wel.